Goedenavond, dames en heren, hier in de raadzaal. Welkom u allen, ook de mensen die thuis met ons meeluisteren en kijken. Welkom. En daarmee wil ik de vergadering openen met de mededeling dat de heer Raamaker, de heer Hof en mevrouw Kappert, alle drie van gemeentebelangen, niet aanwezig zijn. Ga ik met punt 2 verder, spreekrecht burgers. Er heeft zich niemand aangemeld, dus ook dit punt kunnen we snel doorheen. En dan kom ik met punt 3, de vaststelling van de agenda. Heeft iemand hier iets over op of aan te merken? Kijk even rond, niet afgehandeld. En dan gaan we. Nou nee, heeft niks met de voetbal te maken, mensen. Maar dan gaan we verder met punt 4 van de agenda. Definitief GVVP en uitvoeringsprogramma. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen. Voorbereidend besluitvormend. De huidige looptijd van de gemeentelijke verkeers- en vervoersplan is afgelopen jaar verstreken, dus is het tijd voor een actualisatie. Dit nieuwe plan vormt voor de aankomende 10 jaar de basis voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. Het doel is nog steeds het bevorderen van een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van welvaart en welzijn, en ik luister in mijn rechteroor lekker mee, in de gemeente Dalfsen, waarbij de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt, duurzame verplaatsingen worden gestimuleerd en de ruimtelijke kwaliteit wordt gerespecteerd. Van de Raad wordt gevraagd het nieuwe plan vast te stellen en ook het uitvoeringsprogramma voor de komende 2 jaar tevens vast te stellen. Ik wil het doen in 2 ronden. Informerend, opinierend, ambtelijke ondersteuning is er van mevrouw Bloemhof. Welkom mevrouw Bloemhof. En voor de eerste ronde informerend, wie mag ik het woord geven? Ja, voorzitter. Een drietal vragen. In de stukken worden verschillende opmerkingen gemaakt in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit op en rond de weg en de staat van onderhoud. In hoeverre worden deze opmerkingen meegenomen in de uitvoering van het wegbeheer? Tweede vraag. Het plan beschrijft verschillende trends op het gebied van vervoerskeuze en duurzame alternatieven. Hoewel hier gedeeltelijk al op wordt geanticipeerd in het plan, kan de wereld er over 5 jaar alweer heel anders uitzien. Vindt de wethouder het plan flexibel genoeg? Of zal het college waar nodig met nieuwe ideeën inzichten naar de raad komen? Derde vraag. In het plan wordt de suggestie besproken om vaste routes voor landbouwverkeer te introduceren. De CDA-fractie staat hier op voorhand sceptisch tegenover. Beschouwt de wethouder dit als een serieuze mogelijkheid? En zo ja, op welke manier wil het college hieraan invulling geven? Tot zover. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. De GVP volgt de missie bij uitstek Dalfsen als een rode draad door het stuk. Het ontwikkelen van vitale gemeenschappen in een onderscheidende woonplaats van groene signatuur. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg. Maar naast die rode draad loopt er ook een zwarte ader door onze gemeente die de kernen moet verbinden om ze bereikbaar te houden van en naar elkaar. Hoe denkt u dit te realiseren door steeds meer wegvakken af te waarderen naar 60 kilometer wegen? Kunt u dan bijvoorbeeld de route tussen Limmerveld en Dalfsen nog gebiedsontsluitend noemen? Hoe is de communicatie met ondernemers die belang bij hebben met een goede snelle verbinding tussen de kernen onderling? En even wat over de fietsers. Een stukje over het actieplan verkeersveiligheid. Ik denk wij vooral aan gevaarlijke situaties in onze ogen bij de rotondes in de rondweg. Hoe kunt u daar een duidelijker voorrangsbeeld geven voor zowel de fietsers als bij het verkeer op de rondweg? U noemt wel in een stuk handhaving en straatacties, maar in al die jaren dat ik er 4 keer per dag langskom, heb ik nog nooit 1 keer een controle gezien. Gaat er wat meer gebeuren in de toekomst? Dan nog een paar vragen over het uitvoeringsprogramma. Heeft u een idee wanneer de raadhuisstraat enigszins onderhouden gaat worden? Fietsers en vooral scootmobielen stuiteren daar over de weg heen. Ik heb er aardig wat klachten binnengekregen voor mezelf. Vrachtverkeer, achteruitrijdende parkeerders en fietsers bevorderen niet bepaalde veiligheid daar te plaatsen voor die winkels. Daarnaast noemt u ook in de stukken het onderhoud van de oude hoever, de fietspad, als prioriteit 1
En dan zegt u, nou ja, er moeten wat paaltjes herplaatst worden en moet schoon worden gehouden. Ook daar kom ik vaak langs en er ontstaan soms levensgevaarlijke situaties in de bochten waar die echt niet overzichtelijk zijn. En ik denk dat daar wat meer met de bordenbel gewerkt zou moeten worden om wat overzichtelijker te maken. Kunt u daar wat meer aandacht aan besteden? Dat waren mijn vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. We hebben drie vragen, of drie onderwerpen waar we graag nog wat nader over willen horen. In de eerste plaats gaat het over de primaire fietsroute van naar Zwolle. Die ligt jaarlijks 1 à 2 weken, zo kun je ook in de krant lezen, vanwege hoge waterstand uit buiten gebruik. Volgens ons is dat niet acceptabel en we vragen aan het college of ze bereid is met het waterschap in overleg te gaan om te zoeken naar een oplossing. Ik snap wel dat de gemeente dat niet zomaar even kan oplossen, maar daar zou wel wat aan gedaan moeten worden. Tweede vraag, die heeft te maken met de F340, de fietssnelweg. Daar waren we ooit heel enthousiast over, maar daar vinden we niks over terug. Er waren meer partijen enthousiast over. En de derde vraag, die heeft te maken, en daar sluit ik wel aan bij de heer Jutte, de rotonde. Met name de plek Koersteeg-Rondweg, Wilhelminestraat-Kampansweg. Daar hebben wij moeite mee zoals dat nu ligt. Er steken veel kinderen over. Het is een hele ongelukkige situatie. Oosterdalfs wordt ontwikkeld, er moeten nog meer kinderen overheen. Er is een kans dat ouders zeggen, nou, we gaan kinderen met de auto naar school brengen. Dus dat zal op wat voor manier dan ook verkeer aantrekken. Het zal daar druk worden. En de beleving van onveiligheid wordt daar ook al gevoeld. Het voelt niet goed. Ja, en wat wij natuurlijk willen is die ongevallencijfers voorblijven, dat ze laag blijven. Dus daar zou echt iets moeten gebeuren. Wat is het college van plan daaraan te doen? Ooit is hier gesproken over een tunnel. We snappen dat je niet zomaar een tunnel kan graven, maar toch zou het college daar wat over kunnen zeggen. Tot zover de vragen. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Schuurling, VVD. Dank, voorzitter. Ook een drietal vragen. De ene die zit wat meer op de doelstelling die geformuleerd is. Het bevorderen van vlotte, veilige afwikkeling van verkeer dat noodzakelijk is voor het ontwikkelen van welvaart en welzijn in gemeente Dalfsen. En daar staat dan achter waarbij hinder zoveel mogelijk wordt beperkt, duurzame verplaatsingen worden gestimuleerd en ruimtelijke kwaliteit wordt gerespecteerd. En vooral die laatste blijkt dan nog wel eens een keer in strijd te kunnen zijn met de vlotte, veilige afwikkeling van verkeer. Is dat eerste, vlotte, veilige afwikkeling van verkeer, iets te objectiveren op de een of andere manier, dat we daar wat meer op de een of andere manier wat meer over kunnen zeggen, dat het niet naar beneden gedrukt wordt door de subdoelen. Dat objectiveren zit hem ook een beetje in de verbinding van de kernen onderling. Is daar ook iets meer over te zeggen? De heer Jutte gaf net al aan, ja, daar zit wel wat spanning in. En wanneer is de verbinding goed genoeg, vinden we? En de laatste is een wat algemenere vraag. Ik ben ontzettend aan het zoeken geweest, ook in andere gemeenten, of er niet mogelijkheden zijn om het wat visueler te maken, zo'n GVVP. Iets meer een kaart van de gemeente waarin de hoofddoelen van bepaalde gebieden, hè, wonen, industrie, winkelgebied en dergelijke instaat, met daar de hoofdaders qua verkeer. Dat mis ik een beetje, want dat zou de kapstok kunnen zijn waar het geheel aan op te hangen is, waar ook rondwegen, ontsluitingswegen en dergelijke wat helderder in aangegeven worden. Is dat er? Zou dat er kunnen komen? Ik ben ook wel benieuwd hoe de andere partijen daarin staan. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Wildfunk, Partij van Arbeid. Dank u wel. Ja, ik heb eigenlijk maar twee kleine vragen. De eerste, daar sluit ik me even aan bij wat de ChristenUnie daarover gezegd heeft, over de fietssnelweg. Daar zijn we inderdaad al eens eerder een keer over in gesprek geweest. Steunen graag wat daarover gezegd is. En het tweede, daar heb ik even over geaazeld of ik die vraag zou stellen, maar dat is een beetje vragen naar de bekende weg. Daar heb ik eigenlijk zelf een beetje een hekel aan, maar ik doe het toch, ik kan het niet helemaal laten liggen. In het stuk staat op pagina 19, is het geloof ik, onder het kopje openbaar vervoer, dat de provinciale en de rijksplannen op dit gebied, maar ook het gemeentelijk beleid, moet aangeven welke doelstellingen worden nagestreefd op het punt van openbaar vervoer. Dat staat er ook keurig in. Alleen in het plan zelf staat dan vooral dat de voorzieningen
in stand worden gehouden of zelfs worden verbeterd. Daar ben ik erg blij mee dat het er staat, maar ik meen toch de laatste tijd vooral te hebben gezien dat de voorzieningen terug zullen lopen. Dus is dit nou een nieuw beleid of is dit een andere verwoording van het feit dat het gewoon minder gaat worden? Dank u wel, meneer Wildfank. Meneer Rooijakkers, D66. Oh, voorzitter, ik zal proberen wat minder creatief te zijn. Maar ik heb best wel veel vragen, maar daarom heb ik het als laatste gedaan. Dan denk ik, hoef ik geen dubbele dingen te doen. Van is iemand anders dat heeft gedaan. Sluit mij aan bij de fietssnelweg, bij het openbaar vervoer, de opmerkingen, de Partij van de Arbeid. En ik heb nog een paar andere punten. Op verschillende punten komt het voorkomen van sluipverkeer aan de orde. Ik heb al eerder daarvoor gewaarschuwd bij het afsluiten van de aansluiting Welsummerweg en N340 in de toekomst. Hoe gaat u concreet voorkomen dat dit optreedt, bijvoorbeeld langs de Stokte of andere kleinere wegen? Welke maatregelen gaat u nemen en hoe gaat u dat handhaven? Dan het tweede is, op het industrieterrein De Grift is belangrijk dat die verder wordt optimaal wordt ontsloten voor de stuwende bedrijvigheid, zoals in het rapport staat, heel prachtig geformuleerd. Zowel naar de A28 en het noorden als naar het zuiden. En dat u schrijft dat stagnatie van de invulling van het bedrijfsterrein een reëel risico is. Hoe kijkt het college aan tegen dit gegeven? En hoe betrekt het college deze ontwikkeling bij haar aanpak met betrekking tot de Jachtluster Allee als gebiedsontsluitingsweg? In relatie daarmee, maar ook eventueel met andere projecten in de gemeente, is mijn vraag: welke contacten en afstemming heeft de portefeuillehouder daadwerkelijk met de omliggende gemeente over de ontwikkelingen binnen hun grondgebied die gevolgen hebben voor de verkeersstromen binnen onze gemeente? Want onze wegen houden niet op aan de grens van de gemeente. En het is belangrijk om daar een visie voor te ontwikkelen die verder gaat dan alleen de gemeentegrens. Dan de volgende vraag gaat over de N340 en N377. Daar staat op bladzijde 66 van de nota een mijns inziens veel te optimistisch en juichend verhaal. Namelijk dat deze wegen zullen worden geoptimaliseerd wat betreft veiligheid en doorstroming. Nou, in mijn idee is dat dan in de ogen van de provincie. En tevens wordt er op die pagina zelfs hoop gegeven op uitvoering van het optimalisatiepakket. En dan is mijn vraag, welke gevolgen ziet de portefeuillehouder door het maar beperkt doorgaan van de aanpassing op de N340 en N377 voor de verkeerssituatie in onze gemeente? Dan sluit ik ook aan bij de vraag van de heer Kouwen over de flexibiliteit van het plan richting wethouder. Want in hoofdstuk 5 worden een aantal lange termijn trends en ontwikkelingen geschetst, demografische, technologische en maatschappelijke, die van belang zijn voor het gemeentelijk vervoers- en een verkeersplan. Maar wat is de visie van de portefeuille dan nou hierop? Welke ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de verkeerssituatie in onze gemeente op de langere termijn? Want we lezen alleen maar wat er in de komende jaren moet gebeuren. Maar het is heel belangrijk om te weten wat over 20 jaar, wat zijn de gevolgen van wat er staat? En als laatste dan, bevreemdt het me, en dat heeft hier iets mee te maken met die visie, dat we hebben dan een hele geruime tijd gewacht op dit GVVP. Paar jaar. En het bevreemdt me dat er weer nieuwe beleidsstukken gemaakt moeten worden. Ik had verwacht dat er nu als voorbeeld ook een beleidsvoorstel inbegrepen zou zijn voor de laadpalen voor elektrische auto's. Of hangt dat samen met het nog onduidelijke lange termijnvisie? Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ik zie de wethouder nog volop schrijven. Mag ik u het woord geven, meneer Verleeuwen? Dank u wel, voorzitter. Het blijkt dat de commissieleden dit GVVP zeer serieus nemen, gelet op het grote aantal vragen dat wordt afgevuurd. Dat is ook goed, want het is een serieuze aangelegenheid. Ik ga mijn best doen om daar antwoorden op te geven en waar mij dat niet gaat lukken, heb ik nog mevrouw Bloemhof achter de hand. Allereerst het CDA. U vraagt naar ruimtelijke kwaliteit en wegbeheer. Wij hebben
Intern, dat kon u niet weten, dat is logisch, want dat is net afgelopen week besproken. Afgesproken dat wij in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een beheersplan voor de wegen gaan opstellen. Zodat heel duidelijk wordt waar de knelpunten liggen en waar we mogelijk extra investeringen moeten doen. Dit jaar hebben we, zoals u weet, voor de Jachtlusterallee al een uitzondering gemaakt, omdat de kwaliteit daar ernstig te wensen overliet. Maar de bedoeling is om in het eerste kwartaal in de raad te komen met een wegenbeheersplan, zodat u precies op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. De vervoerskeuze en alternatieven, is dat flexibel genoeg? Ja, ik hoop dat dat flexibel genoeg is. Maar het is een plan voor 10 jaren. En daar, als ik 10 jaren terugkijk wat er gebeurd is, dat konden wij ook ons niet allemaal voorstellen wat er in die korte tijd zo snel gaat veranderen en gebeuren. Dus ik hoop dat er de voldoende flexibiliteit in zit. Waar dat niet het geval is, zullen we absoluut met aanvullende voorstellen naar de raad toe komen. Vaste routes voor het landbouwverkeer, daar moet u vooral denken aan een paar vaste routes. Wij kunnen onmogelijk, en dat is ook niet onze doelstelling, elke agrariër voorstellen hoe hij of zij van en naar van zijn bedrijf naar gronden moet rijden. Maar er zijn er wel een paar plekken waar oversteken aangewezen zullen gaan worden, omdat men nu eenmaal over een N340 of een N377 of een N35 heen moet. En zo zou ik eigenlijk die vaste routes willen vertalen. De heer Jutte van gemeente Belangen die vraagt zich af de bereikbaarheid van de kernen onderling. Misschien dat daar straks mevrouw Bloemhof iets over mag zeggen, want er is wel degelijk ook in relatie tot de heer Schuring een plan van hoofdwegen die de gebieden met elkaar verbinden en die de ontsluiting vormen van Dalfsen naar de omringende gemeente. Maar als dat straks even mag, voorzitter, zou dat mooi zijn. De bereikbaarheid van Lemelenveld, ja. U weet hoe wij in het verleden geprobeerd hebben om die te verbeteren. Ik ben afgelopen week nog weer getuige geweest, toen was ik op weg naar Raalte na een bijeenkomst met collega's, van een bus en een vrachtwagen komende uit de richting Lemelenveld en een vrachtwagen die vanuit de Dalfsen richting Lemelenveld wilde. En dat moet dan allemaal op 1 passeerstrook. Nou, dat lukt niet. Dat gaat gewoon niet. De vraag is of het erg is dat ze dan er een minuut of misschien 1,5 minuut langer over doen. Dat is een tweede. Uw zorg over het afwaarderen naar 60 kilometer, die deel ik voor een groot stuk. Maar ook daar zullen we toch echt in overleg blijven met de ondernemersvereniging Lemelenveld en ook plaatselijk belang. Dat is niet iets wat we hier zomaar zelfstandig gaan beslissen. Uitvoering van de Raadhuisstraat, ja, dat gaan wij op het laatst doen als de bouwwerkzaamheden klaar zijn. Er staan een heleboel verkeersborden, 30 kilometer, pas op, bouwstraat. En ja, er zijn gevaarlijke situaties af en toe, ben ik met u eens, tot op heden. En ik mag ook hopen dat het zo blijft, is het allemaal goed gegaan. Maar wij gaan daar pas aanpassingen doen, een definitieve versie geven, als de bouwactiviteiten klaar zijn. Bij de molen wordt momenteel ook gebouwd. Nou, zodra men daar klaar is, wordt dat kruispunt en wordt de Beatrixstraat ook aangepakt. Dus dan gaan we dat alvast wel doen. Maar het is een beetje zonde om die investeringen te doen als vervolgens door groot vrachtverkeer de boel weer kapot wordt gereden. Overigens, terzijde, gaan de plannen wel dusdanig voortvarend dat wij verwachten om in 2018 het hier allemaal af te kunnen ronden. En dat betekent dat dan het hele plan Waterfront zijn beslag krijgt.
Het verkeer op de rondweg en de rotondes en dan vooral het fietsverkeer. Ik ben blij dat de mensen met mij eens zijn dat je niet zomaar een tunnel kunt graven en realiseren. Dus ook de vraag of dat strikt noodzakelijk is. De eenduidigheid die hier aanwezig is, die zorgt ervoor dat mensen in elk geval op de hoogte zijn van wat er van ze verwacht wordt in het verkeer. Dat er een gevoel van onveiligheid is, dat begrijp ik. Maar die eenduidigheid is wel heel erg belangrijk. Recentelijk was ik even in Harderwijk, mijn vorige woonplaats. En daar kwam ik op een vrij kort stukje tegen dat fietsers de ene keer wel voorrang hadden ten opzichte van auto's, de andere keer weer niet en de derde keer weer wel. Nou, dat soort onduidelijkheid hebben we hier absoluut niet. Het is volstrekt helder wie wanneer waar voorrang heeft. Ook de vraag in verband met de verdere uitbreiding van Dalfsen, Oosterdalfsen, daar is intern door het college gevraagd aan de afdeling, hebben we ook antwoord op gekregen. Hou goed rekening met die ontsluiting, ook voor de fietsers. Nou, er zijn straks 3 hoofdroutes waar langs men uit Oosterdalfsen richting het centrum kan gaan. Want daar bevindt zich het onderwijs, daar staan de scholen. Dus daar is wel degelijk intern aandacht voor. Oude Oeveren fietspad die staat hoog op de prioriteitenlijst en ik zal uw zorg overbrengen bij de afdeling dat ze rustig iets extra's mogen omhakken. Het heeft vooral met een stukje onderhoud te maken waardoor het pad af en toe wat kleiner wordt dan strikt noodzakelijk. Het staat voor 2017 op de rol om aangepakt te worden en om daar verbeteringen aan te brengen. Het stond ook in het coalitieprogramma, was er ingekomen destijds. En wij hebben hem dus nu voor 2017 op de rol gezet, want maart, april 2018 zal onze periode op zijn en dan moet het wel geregeld zijn. Maar ik breng uw advies zeker even over. De ChristenUnie, de heer Nijberg. De primaire fietsroute naar Zwolle. Ik ben niet met u eens dat dit de primaire fietsroute naar Zwolle is. Want de primaire fietsroute naar Zwolle die gaat op een gegeven moment naar de N340. En dat is een van de drukste fietsroutes op dit moment in de hele provincie. Dat het de tweede is, dat ben ik met u eens. Maar het is niet de primaire. Want het gros van de scholieren buigt af en gaat richting Hoorslagen en dan de parallelweg op. Wat heel positief is, zeker voor uw fractiegenoot die daarvoor gepleit heeft, dat in het kader van ruimte voor de vecht de passeerbaarheid op de stuw verbeterd gaat worden. Want er komt een verdubbeling van de passagestrook. Niet helemaal, want er is een klein stukje met een verplaatsbaar stuk over de sluis heen, wat niet lukt. Maar goed, dat wordt aanzienlijk verbeterd. Ik ben bereid om bij het waterschap aan te geven dat er misschien niet altijd even handig is nagedacht over dat stukje wat nu wel eens onder water komt te staan. Overigens is het tot op heden pas 5 dagen geweest. Zoals u weet woon ik er vlakbij. We houden het scherp in de gaten. Maar ik ben bereid om daar met het waterschap continu over in gesprek te blijven. Want ik denk dat als wij inzetten, waar wij willen inzetten als gemeente, op de fiets als een belangrijk middel om van Dalfsen naar Zwolle, maar in elk geval in dit geval naar Zwolle te komen, dat het ook van belang is dat die fietsroutes optimaal zijn. Dus die toezegging wil ik u wel doen. De F340 komt een aantal keren terug, de snelweg, hoewel dat niet helemaal correct is, want er zijn allerlei aansluitingen op. Formeel mag dat dan niet, maar er is ook al sprake van de F35. Ook daarvoor verzoek ik of dat mevrouw Bloemhof zometeen, want die heeft daar nog wat nadere informatie over. We zijn met omliggende gemeenten bezig om een heel groot netwerk van snelle fietsverbindingen richting Zwolle, Kampen, ik geloof zelfs Steenwijk, maar mevrouw Bloemhof kan daar iets meer over vertellen, te realiseren.
Rotonde Koesteeg Kampmansweg, dat is ook in het kader eigenlijk van de ontsluiting van Oosterdalfs, heb ik net al iets over gezegd. We moeten de ongevallen cijfers voorblijven, ja, maar goed, aan de andere kant, beleving van onveiligheid is één en feitelijke onveiligheid is twee. Daar heb ik nog wel enige aarzeling. De heer Schuring zou graag een vlotte, veilige afwikkeling van verkeer willen objectiveren. Dat begrijp ik. Tegelijkertijd zou ik dan willen verwijzen naar een raad die heel veel waarde hecht aan participatie en aan bevolking die vindt dat bomen wel of niet verwijderd mogen worden. En die twee, ook op de Jachtlusterallee en een vlotte veilige afwikkeling, die willen nog wel eens met elkaar in botsing komen. Verbinden van kernen is eenzelfde verhaal. De inspraak speelt daar een belangrijke rol. Waar de ene kern zegt, wij willen een goede, snelle verbinding hebben, zegt de andere kern, ja, maar onze natuurlijke en nou ja, natuurlijke zijn er niet eens. Onze landschappelijke waarden, die achten wij erg hoog. Visuele maken van het GVP verzoek ik ook vriendelijk of daar mevrouw Bloemhof iets over zou kunnen zeggen. Partij van de Arbeid. De heer Wildvank aarzelt altijd om een vraag te stellen. Doet het dan toch? Een gewoonte die in hem te prijzen valt, dat hij niet schroomt om toch de vraag dan maar te stellen. Openbaar vervoer, de voorzieningen in stand houden of verbeteren? Ja, wij willen graag proberen voorzieningen in stand te houden waar wij verantwoordelijk voor zijn. In nauwe samenspraak met de provincie, die in feite voor openbaar vervoer is, proberen wij daar waar mogelijk kleine verbeteringen aan te brengen. Op dit moment loopt er een pilot die de provincie heeft ingezet, want men komt tot de conclusie dat de treinverbinding Hardenberg-Omme-Dalfsen-Zwolle zo'n groot succes is dat er te veel mensen in zitten. Zeker 's morgens in de spits. Dus nu wordt er geprobeerd, maar dat heeft u in de krant kunnen lezen. Het experiment was de eerste twee dagen niet zo geslaagd. Er wordt geprobeerd om scholieren te verleiden, niet in Ommen in de trein te stappen, maar de bus te pakken. En via een snelle verbinding, die even een kleine lus maakt, ook in Dalfsen, om ze op die manier naar Zwolle te vervoeren. Dan met name aan de noordwestkant van Zwolle, Deltion College en et cetera. Even afwachten hoe dat loopt. Maar dat is wel in samenspraak met ons gebeurd. We hebben aangegeven hoe wij dan denken dat het zou moeten. Nou, dan kom je altijd tot een compromis. Dus dat is toch een van die dingetjes waarvan ik zeg, ja, je probeert om wel kleine verbeteringen aan te brengen. Ja, het is aan u om te zeggen, wordt het minder? Dat laat ik graag aan u over. D66 heeft het ook gehad over de F340 en de openbaar vervoer. Voorkomen van sluipverkeer bij afsluiten. Ja, de minister Steeg, waar u op doelt, onder andere, die op het moment dat dit gaat plaatsvinden, zullen we dat absoluut gaan monitoren en in de gaten houden. Dat is een ding waar u verzekerd van kunt zijn. Wij verwachten dat het erg mee zal vallen, maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen, meneer Rooijakkers. De grift stagnatie in ontwikkeling, ja, dat risico is er. Op dit moment zijn wij daar in goed gesprek met aanwonenden van de Jachtlusterallee. Dat is echt een voorbeeld van hoe je met elkaar omgaat en probeert om een optimalisatie te realiseren. Ook daar hebben we weer te maken met bomen en beleving. Tegelijkertijd is ook de IKN bezig om een plan te maken voor de bereikbaarheid van de grift. Daar industriële kring Nieuw-Leuzen. Neemt u mij niet kwalijk.
Zij hebben dat als een op een verzoek van ons als een serieus iets opgepakt. En ze proberen nu daar met een met hun visie op dat verhaal te komen. Ja, de Jagwezelallee heeft een speelt een belangrijke rol bij de ontsluiting van de grift, maar niet, althans voor zover wij nu uit de cijfers kunnen halen, de belangrijkste, want die is nou juist op de N377 gericht. Zijn er contacten met omliggende gemeenten in verband met doorstroming? Ja, absoluut. Die zijn er. Al dan niet geantameerd door de provincie. Afgelopen donderdag zelfs door VNO-NCW, waar we in Mooirivier bij elkaar hebben gezeten. Stond ook vandaag in de krant dat daar een nieuw initiatief is. Om er juist voor te gaan zorgen, te lobbyen voor een goede ontsluiting en bereikbaarheid van Salland. N377, veiligheid, doorstromen, uitvoering, optimalisatiepakket. Ja, wij zijn nog steeds zeer positief daarover. Wij verwachten nog altijd dat dat gaat lukken. Vandaar dat het misschien in uw ogen iets te positief in het stuk staat. Maar die positieve verwachting heb ik, die koester ik. Deze visie is voor de komende 10 jaar, en zelfs daar heb ik in het begin van het betoog al aangegeven, is het de vraag of wij wel voldoende kunnen anticiperen op wat ons te wachten staat. 20 jaar gaat mij te ver, meneer Rooijakkers. Misschien zijn we dan wel als de Jetsons bezig door de lucht ons te verplaatsen. Je weet het niet. Op het gebied van natuurkunde gebeuren zelfs nog hele andere dingen. Maar dat is de kwantummechanica en dat voert waarschijnlijk nu iets te ver. Maar ik wil u dat na afloop wel uitleggen hoe dat werkt. Laadpalen voor elektrische auto's, die vindt u terecht niet in dit plan. Daarvoor moet u bij mijn collega van duurzaamheid zijn. En ook daarvoor zal op niet al te lange termijn ongetwijfeld iets naar uw commissie of raad toekomen. Dat was het wat mij betreft, voorzitter. Er zijn nog een paar dingen blijven liggen. Dat klopt, dank u wel, meneer Verleeuwen. Mevrouw Bloemhof, de 60 kilometer, de F340 en de visuele maken van het GVVP, als ik het goed genoteerd heb, mevrouw Bloemhof. Ja, bedankt, voorzitter. Er werd net al wat gezegd over die 60 kilometer per uur, de afwaardering die in de afgelopen tijd en ook in het GVVP zichtbaar wordt. Van eerder 80 tussen de kernen, toch langzamerhand terugbrengen naar 60. En dat heeft er alles mee te maken dat in het verleden er heel veel waarde gehecht werd aan die 80 tussen die kernen. En dat we langzamerhand ook wel zien dat er draagvlak is voor het verder terugbrengen naar 60. Wat meer veiligheid met zich meebrengt. Want het gaat toch om wegen waar ook veel fietsers fietsen. Daar wil je de veiligheid ook waarborgen. Dus vandaar dat daar die keuze wordt om steeds meer verder terug te gaan naar 60 km per uur zones. Dat is eigenlijk ook waar duurzaam veilig over gaat. Duurzaam veilig willen we gewoon grotere gebieden van 60 en die 80. Daar alleen waar het nodig is voor de doorstroming en bereikbaarheid houden van de kernen. En dat doen de N-wegen voldoende met de aangegeven gebiedsontsluitingswegen in het GVP. Verder werd er nog net wat gezegd over de F340. Het klopt inderdaad dat wij met de provincie bezig zijn in gesprek over koersdocument fiets. Dat is eigenlijk een plan voor de aankomende jaren. Hoe gaan we het fiets verder in de provincie verder ontwikkelen? De provincie zet daarin op juiste samenwerking tussen de verschillende gemeenten. Zodat we een regionaal netwerk krijgen. Daar zijn we dus, net zoals de wethouder al aangaf, in gesprek met de omliggende gemeenten als Staphorst, Ommen-Hardenberg, Zwolle, Raalte. Om te kijken van hoe kunnen we een netwerk neerleggen waar de fietser ook echt wat aan heeft. Dus dat traject start nu net op. En daar wordt de F340 ook in genoemd. Dus voor degene die dat vroeg, die wordt daar straks in opgenomen. Dan was nog het visualiseren van de dingen die in het GVP staan, volgens mij vanuit de VVD. We kunnen dat wel. Het is inderdaad een vrij textueel rapport. Volgens mij duidt u daar ook op. Je zou kunnen zeggen, we kunnen dat samenvatten in een wat meer, dat we zoveel mogelijk proberen te vertalen naar een,
een plaatje of een schematisch iets. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Als het zo voldoende is. Ja? Dank u wel, mevrouw Bloemhoff. Dank u wel, meneer Verleeuwen. U beiden voor de uitvoerige beantwoording van de vragen. Ik kijk even een rondje. De heer, ik zie verschillende vingers. Meneer Wildvang, u mag beginnen. Nou, dank u wel. Ik kom alleen even terug. Dank voor het antwoord. Zeker ook op dat punt van de F340. Wat mij betreft voldoende duidelijk. Even op het punt van het openbaar vervoer. Ja, het antwoord is toch wel wat voorspelbaar. En dat had ik ook niet anders verwacht, eerlijk gezegd. Want ik hou wel van voorspelbare wethouders. Dan weet je tenminste wat je eraan hebt. Maar goed, als u het dan zo simpel stelt, dat ik het maar moet zeggen, dan zeg ik het ook maar gewoon. Het wordt minder met het OV. En ondanks dat u zelf wat anders schrijft, en daar zit ook net mijn frustratie, u schrijft wel dat het allemaal meevalt en zelfs wellicht beter wordt, maar dat wordt het niet. En nogmaals, u zegt van dan dat ik het dan mag zeggen, of dat wij het hier als raad mogen zeggen, het wordt minder. En dat is iets wat ons dwars zit. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag over de daadwerkelijke contacten van de portefeuillehouder met omliggende gewoonten, die volgde precies op de jachtluster alleen vraag. En daar had ik ook eigenlijk hoop voor dat u daarop in zou gaan, omdat bij gesprekken bleek, ook met die omwonenden, dat sinds de komst van Weekamp er heel veel vrachtverkeer over de jachtluster alleen gaat tot midden in de nacht toe, omdat ze dan minder ver hoeven rijden dan wanneer ze over de snelweg rijden. En ze mogen niet over de parallelwegen. Nou zijn dat typisch dingen die in contact met zowel de gemeente Zwolle als met Rijkswaterstaat misschien aan de orde kunnen komen. Kunt u daar iets van zeggen? Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Jutten. Ja, voorzitter, ik heb een vraag gesteld over de handhaving en straatacties bij eventueel bij de rotondes. Of daar nog wat meer aandacht aan besteed kan worden. Ik zie ze wel één keer per jaar met keurige hesjes rondfietsen met een verkeersdiploma halen, maar de rest van het jaar doen ze niet wat ze daar geleerd hebben. Dank u wel, meneer Jutten. Ik kan geen verder niet. Wethouder, mag ik u? Oh, meneer Schuring, ja? Ja, niet specifiek op een antwoord op een van mijn vragen, maar er werd over de laadpalen elektrische auto's werd zo net een vraag gesteld. En ik kreeg de indruk dat daar het antwoord op kwam, is een andere portefeuillehouder en dus zit het niet in een GVVP. En ik zat me eigenlijk af te vragen of dat wel een wenselijk iets is. Want als het erbij past inhoudelijk, dan zal het ons met z'n allen misschien niet zo heel veel kunnen schelen of het een andere portefeuillehouder is. Maar dan zou het er prima in plaats kunnen hebben. Dank u wel. Meneer Verleeuwen. Ja, dank u voorzitter. De heer Wildvang stelt geen vraag, die constateert. De heer Rooijakkers die stelt dat sinds de komst van Weekamp er veel meer verkeer gaat over de Jachtluster Allee. Op verzoek van de bewoners hebben we dat onderzocht. En wij hebben vastgesteld met camera's en infrarood en weet ik wat allemaal nog meer, dat er 's nachts tussen 1 en 2, 3 vrachtwagens van Denusvaart naar Zwolle gaan. En 's middags tussen 2 en 3, 3 vrachtwagens van Oegma, die naar voor Weekamp rijden, de andere kant op. Puur om dit te objectiveren. Verder hebben we gekeken. Maar we zitten nog in een pril stadium. En ik weet dat de heer Rooijakkers altijd van grote, lange stappen houdt en snel de zaken voor elkaar brengen. Zo gaat dat hier niet lukken. We hebben dat eerst gemeten, we hebben dat geconstateerd. Het blijkt dat, als je het objectief bekijkt, dat het toch iets anders zit. En dat zijn puur metingen die we gedaan hebben over 24 uur, hè, over etmalen op verschillende momenten in de week. Dan blijkt dat er in de beleving van de bewoners honderden vrachtwagens voorbij komen en dat wij niet verder als 6 of 38 komen. Ik doe het even uit mijn blote hoofd, maar ik zie mevrouw Bloemhoff instemmend krikken, dus ik heb goed opgelet. Dat voor de bewoners zo overkomt, begrijp ik.
Is er niets aan te doen? Dat is een ander verhaal. Want de constatering dat Oegema en misschien ook nog wel anderen op deze manier rijden, heeft ons gelijk ertoe geleid om te kijken van zouden daar alternatieven zijn? En die zijn er voor ze. En dat betekent dat we vervolgens dan in bespreking zouden moeten gaan of dat dat ook realiseerbaar is. Kijk, als zij door zouden rijden tot aan de lichtmis en daar links afslaan en de parallelweg langs de A28 pakken, dan zijn ze punt 1 een minuut sneller en punt 2 ook nog iets korter qua afstand. Dus dat zijn zaken die we zeker als optie openhouden om te gaan overleggen. En dat hoeft dan misschien niet per se 's middags op de terugweg, maar het zou voor de nachtrust denk ik wel prettig zijn. Dus dat even als reactie op Weekamp. De heer Jutte, handhaving bij rotondes, en dan doelt u met name op de fietsers die zich daar niet conform het verkeersexamen... het is een aandachtspunt wat ik, als u het niet erg vindt, even mee ga nemen naar de heer List die zich hier mee bezighoudt. Verkeersveiligheid, jeugd, voorlichting op scholen. Dat ga ik met hem bespreken. De heer Schuring, de laadpalen. Ja, het is mijn mening dat dat meer tot het duurzaamheidsbeleid hoort en recreatie en toerisme. Maar ik geef mijn mening graag voor een andere. Tot nog toe is de realisatie van laadpalen, voor zover ik weet, door mijn collega links naast mij, heeft dat plaatsgevonden. Dank u wel, meneer Verleeuwen. Meneer Schuring, nog één keer. Ja, dank. Een van mijn eerste vragen was al die doelstelling waar het een en ander in benoemd wordt aan doelen en subdoelen. Waaruit u zelf al aangeeft dat draagvlak vanuit de GroenGemeente en vanuit de Raad wel eens kunnen bepalen dat de subdoelen belangrijker worden dan de doelen. Even vrij vertaald, misschien iets te gechargeerd, maar... Maar een van de subdoelen was ook een duurzaamheids. Dus zeker vanuit dat oogpunt zou ik me best wel kunnen voorstellen dat dit onderwerp hierin vermengd zou kunnen zitten. Nou ja, in dat kader, voorzitter, verwijs ik dan naar de inspanningen die nu worden verricht met de buurgemeente en de provincie om te komen tot snelle, goede, brede fietsverbindingen. Het optimaliseren van oude oever. U kunt ervan overtuigd zijn dat dit college zich absoluut in zal zetten voor een verduurzaming van het vervoer. En dat je bij elektrische auto's ook een infrastructuur nodig hebt, dat is helder, dat ben ik met u eens. Toch wil ik het even onder duurzaamheid blijven scharen. Dank u wel voor uw antwoord en dan wil ik verder gaan met de opinierende ronde. En wie mag ik in de opinierende ronde het eerst het woord geven? De heer Cowen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als we terugkijken naar de gerealiseerde verkeersprojecten van de afgelopen jaren, dan komt de CDA-fractie tot de conclusie dat er veel gedaan is. Station Dalsen, de omgeving, fietspaden langs de Jagdluster Allee en Dommelendijk. Een noordelijke aansluiting van de Jagdluster Allee op de Westeinde, rotonde. Zelfs over de Rechterussendijk is een eigen legd. Alleen de passeerhavens die lijken ons inziens nog niet veel worden gebruikt. We zouden de suggestie dan willen doen om hier eens nog kritisch naar te kijken naar de aanduidingen en waar het dan mee te maken kan hebben. Tegelijkertijd zien we, net als het college, nog genoeg uitdagingen en verbeterpunten voor de komende jaren. Ik zal namens de CDA-fractie allereerst een aantal aandachtspunten op hoofdlijnen meegeven en vervolgens inzoomen op een aantal projecten vanuit het uitvoeringsprogramma. Allereerst de verkeersveiligheid voor fietsverkeer, al een paar keer genoemd hier. Wij onderschrijven dit aandachtspunt uit het GVVP van harte. Trends laten zien dat er meer fietskilometers worden gemaakt binnen en tussen de kernen vanuit het oogpunt van zowel gezondheid als duurzaamheid en wenselijke ontwikkeling die ondersteuning verdient vanuit het gemeentelijk beleid. In dit kader vragen we specifiek aandacht voor fietsverkeer langs de N-wegen, de Hessenweg, de Nulst, N348, Lemelenveld,
laat maatregelen ter verbetering van de fietsveiligheid niet volledig afhangen van het wel of niet doorgaan van provinciale wegaanpassingen, zoals D66 ook al min of meer aangaf. We willen voorkomen dat knooppunten voor fietsers van de gemeentelijke radar verdwijnen als de plannen voor van hoger hand toch tegen blijken te vallen. De CDA-fractie moedigt de geplande verkeersonderzoeken rond schoolroutes aan. We hebben in de Raad hier al eerder aandacht voor gevraagd. We zouden overigens de suggestie willen doen niet alleen naar routes van en naar scholen te kijken, maar ook naar andere locaties waar veel kwetsbare fietsers tegelijkertijd samenkomen. Te denken valt aan rond cultuurhuizen en sportaccommodaties. In dit licht kan het vormgeven van zogenaamde schoolzones, waar auto's te gast zijn, de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars mogelijk verbeteren en deze vormen van verplaatsing stimuleren. In het GVVP lezen we een sterk teruggetrokken houding van de gemeente ten opzichte van de toekomst van het openbaar vervoer. Ben ik het eens met de heer Wildvank. Vind het dan ook niet sterk om als gemeente alle verantwoordelijkheid op andere partijen, zoals de duurzame dorpen, af te schuiven. De CDA-fractie verwacht hier nadrukkelijk een stimulerende en faciliterende rol van de gemeente. Samen stijgt immers sterker. Verder merken we over het beleidsplan op dat er, in lijn met de hier eerder geuite wensen van het CDA, extra aandacht is voor parkeerplaatsen van gehandicapten. In de verlengde hiervan juichen we een integrale nota parkeernormen toe, evenals beleid omtrent laadpalen. Hierin heeft Dalfsen onze mening nog wat stappen te maken. Dan het uitvoeringsprogramma. De herinrichting van het noordelijke gedeelte van de Jachtlustallee staat hoog op het lijstje. We onderschrijven de conclusie dat dit gedeelte van de weg niet geschikt is als 80 kilometer weg. Voor de planvorming vragen we om voor de volledigheid ook een optie uit te werken waarbij het krapste, moeilijkste gedeelte wordt afgewaardeerd tot een veilige 60 kilometer weg. Dit biedt mogelijk een veilig en relatief eenvoudig alternatief. In het algemeen zijn we overigens geen voorstander van snel wisselende maximumsnelheden op wegen, zoals we dat bijvoorbeeld op de rechterse dijk hadden. Maar ga daar verstandig mee om. Overigens wist een deel van mijn fractie nog een toezegging van wethouder Godsteen te herinneren dat er geen wegaanpassingen aan de Jachtlustallee zouden worden doorgevoerd voor consultatie van de Raad. Dus we wachten met smart op een toekomstige raadsvoorstel hieromtrent. De CDA-fractie is blij om te zien dat het in de coalitieakkoord genoemde aandachtspunten voor fietsers, de Oude Oever, Heidepark, Haarsholterweg, zijn uitgewerkt. Hoewel nut en noodzaak schijnbaar niet aanwezig zijn voor het fietspad bij Heidepark, verwachten we dat de fietsveiligheid ter plaatse voldoende aandacht houdt van het college en de gemeente. Tot slot zouden we willen vragen om de gemaakte prioritering periodiek tegen het licht te houden met de lokale partners en de gemeenteraad, waarbij flexibiliteit belangrijker is dan vasthouden aan het plan, wanneer blijkt dat bepaalde projecten meer of minder aandacht blijken te hoeven vragen. Al met al vinden we dat het voorliggende GVVP en het uitvoeringsprogramma heldere kaders biedt, waarbinnen de komende jaren de verkeersprojecten kunnen worden vormgegeven. Veiligheid, bereikbaarheid en het stimuleren van duurzame vervoersmogelijkheden zijn wat de CDA-fractie centrale uitgangspunten hierbij. Als dan ook nog de lokale organisaties bij de uitvoering van alle plannen actief betrokken wordt, dan zien wij de toekomst van verkeer en vervoer in Dalfsen met vertrouwen tegemoet. Tot zover. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Het gemiddelde verkeers- en vervoersplan gaat ons 10 jaar leiden om de gemeente Dalfsen veilig, bereikbaar en natuurlijk ook duurzaam te houden voor alle verkeersdeelnemers. Als je aan duurzaam denkt, wil je het liefst alle mensen de fiets zien en gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk weren. Helaas is het een utopie dat we zonder kunnen. Dat kan voorlopig nog niet. Tussentijd hebben we te maken met alle vormen van verkeer en de daarbij horende lusten en lasten. Iedereen wil graag vlak voor een winkel parkeren en zo snel mogelijk weer weg kunnen. Een stukje omrijden of een stukje lopen is vaak al te veel. We willen als gemeente graag iedereen tevreden houden. Dat lukt niet altijd, dus moeten er prioriteiten gesteld worden. Echter moeten we niet de belangen van de verschillende gebruikers uit het oog verliezen. Wat voor de een hoge prioriteit is, kan voor de ander best op een laag pitje gezet worden. Natuurlijk vragen wij uw aandacht voor de fietsers en de voetgangers in de kern. Maar ook begrip voor de weggebruikers in het buitengebied. Een nieuw beleid in het GVVP kunnen we daar op dat gebied zeker steunen. We vragen u wel om het beleid op de ontsluitingswegen zoveel mogelijk aan te passen op de behoeften van de belanghebbenden. Het uitvoeringsprogramma zal dynamisch moeten blijven en we vragen u dan ook nieuwe signalen snel op te pikken, te analyseren en daarna adequaat op te treden.
aanpassen van gevaarlijke bermen, onoverzichtelijke bochten. Losliggende stoeptegels en opgebroken boogstaarten moeten dagelijks aandacht hebben. Grote lijnen uitzetten is heel belangrijk, maar de ongelukjes en ergernissen zitten vaak in de kleine dingen die te lang blijven liggen. Een duidelijk meldpunt voor dat soort zaken moet herkenbaar en makkelijk bereikbaar zijn. Voorzitter, de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers, waar we vooral denken aan voetgangers en fietsen, staat bij ons voorop. We gaan er ook vanuit dat het ook voor het college prioriteit heeft en houdt. We wensen u heel veel succes met de uitvoering van de programma's. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten en meneer Nijburgs, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Iets korter. We zijn blij dat de wethouder bereidheid heeft uitgesproken om de secundaire fietsroute naar Zwolle met het waterschap, ja, ik heb wat geleerd ondertussen, te bespreken. Daar zijn we blij mee. We zijn ook blij met de samenwerking met de provincie en de andere gemeenten over de F340. Wij vonden het plan als plan, ik heb het zo opgeschreven, een doorwrocht plan. Er zitten heel veel goede zaken in, goede verbindingen in. Dus we willen ook een compliment geven. Er is met veel instanties gesproken, er zijn veel mensen in meegenomen, dus dat zijn echt de positieve kanten van het plan. Echter, nou ga ik even een draai maken. De aarzeling die de wethouder uitsprak ten aanzien van de rotonde baart ons enige zorg. Hetgeen ons tot aarzelen brengt om volmondig ja te zeggen nu tegen dit plan. Dus we willen graag dat nog even mee terugnemen in de fractie om erover te spreken. Waarbij we de positieve insteek geven, ja, er zitten heel veel goede dingen in dat plan. Maar ten aanzien van met name die rotonde, die veiligheid, Oosterdalfse en alles wat daarmee samenhangt, ja, daar zit onze zorg en dus ook onze aarzeling om nu volmondig ja te zeggen. Dus we nemen het graag mee terug. Dank u wel, meneer Nijburg. Dan krijg ik meneer Wildvank. Ja, dank u wel. Ja, ik heb eigenlijk geen nadere opmerkingen te maken. Het plan zit goed in elkaar en we zien ook helemaal geen grote belemmeringen om daar niet mee in te stemmen. Even afgezien van het openbaar vervoer, daar hebben we net iets andere opties, net iets andere visie op. En daar heb ik al genoeg over gezegd. Zijn we graag bereid het plan te steunen. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik houd het ook kort. De opzet van wegsoorten is een van de dingen die me nu helemaal duidelijk is met dit plan. Ik vond het verder ook een uitstekend leesbaar stuk, duidelijk stuk. Hier en daar heb ik wat kritische opmerkingen gemaakt in mijn vragen. Dat zal ik niet herhalen. Ik zou ietsje meer visie willen. Je kunt wel zeggen de wethouder van Milieu die doet de laadpalen, maar die doet dat toch, neem ik aan, gebaseerd op de visie die de wethouder heeft over hoe dat de toekomst zal zijn van het vervoer. Maar goed, dat terzijde, dat moeten jullie onderling maar uitzoeken. Maar, en ik ben ook van mening, mede namens mijn fractiegenoten van D66, dat belanghebbenden en burgers op een goede manier bij de concrete planvorming zijn betrokken. Dat stellen wij erg op prijs. En we vragen dan ook aandacht voor het betrekken van alle belanghebbenden bij het vervolg op deze nota. En met name bij de uitvoering. Nogmaals complimenten en veel succes ermee. Dank u wel, meneer Rooijakkers, meneer Schuring, VVD. Dank, voorzitter. Ja, een al heel stuk integrale stuk. Waarbij volgens mij de visualisatie echt zou gaan helpen. Dus dat zou wat mij betreft zeer welkom zijn. Ik denk dat dat werkt op het gebied van ontsluiting, infrastructuren. En dan infrastructuren voor de fietsers. Denk aan de auto's, denk aan de wandelaars, de OV'ers. Denk dan dus ook aan die elektrische auto. Die daar ook een aparte infrastructuur voor heeft. Volgens mij past dat er prima in. Maakt die hele discussie wat dat betreft wat transparanter. Dan heb je het over de gewenste verkeersstromen. Maar je hebt het ook over transparant maken van de ongewenste verkeersstromen. En dan kun je het maar beter, kun je dat beter helder hebben. Kanttekeningetje bij de Rechterse Dijk, er werd net eventjes de opmerking over die passeerhavens geplaatst. Ik ben er inmiddels een paar keer langs gekomen dat die parkeerhaven keurig netjes, of het passeerhaven als parkeerhaven gebruikt werd. Dus blijkbaar is de bedoeling nog niet helemaal helder. En er staan ook geen borden bij dat het niet mag. En de borden voor het passeren die zijn blijkbaar nog niet zo heel erg helder. Maar dat gaat wel heel erg op de stoeptegel. Wel belangrijk dat een Rechterse Dijkje niet opnieuw gaat ontstaan. Denk aan een jachtluster alleetje. Of misschien zijn er nog wel meer. Ik vind wel dat we als raad onszelf moeten aantrekken dat de doelstelling die geformuleerd staat, blijkbaar door ons toedoen, de subdoelen vaak
belangrijker gesteld worden, of vaak met regelmaat belangrijker gesteld worden dan de doelen. En dan wordt het niet zo heel erg transparant. En dan wordt het ook wel lastig om uit te leggen naar wat er nou precies gebeurt. De ene keer wel en de andere keer niet. En dan is zo'n doelstelling misschien niet zo helder geformuleerd. Maar zoals de wethouder al zei, dat ligt dan meer bij de raad dan bij het college die het op deze manier geformuleerd heeft. Dank u wel, meneer Schuring. Gezien de verschillende opinies, mag ik u nog het woord geven, meneer Vleeuwen? Dat mag u. En daar ben ik ook blij mee. Even ingaand op de CDA-fractie. Terecht wijst u erop, meneer Kouwe, dat de heer Godsteen, mijn voorganger, een toezegging heeft gedaan om met een voorstel naar de raad te komen over de Jagdlustralee. Krijgt u, zonder meer. Echter, waar wij weten als college dat u als raad, en de heer Rooijakker sprak dat net uit, veel waarde hecht aan goed overleg met de belanghebbenden en de aanwonenden, hebben we op dit moment twee avonden gehad waar mensen hun visie op het verhaal hebben kunnen geven. Daar hebben we alle meningen van gebundeld. Dat valt nog niet mee. En er wordt nu nog een derde avond belegd voordat wij denken met een voorstel naar de commissie en de raad te kunnen komen. Maar dan weten we in elk geval zeker, en dat is ook een toezegging die ik u doe, dat u alle inspraakreacties meekrijgt. Zodat u naar behoren kunt afwegen wat nou het beste is om hier te doen. Voorbeeld, het krapste deel Jagdlustralee 50, ja misschien zelfs wel 30. Maar dat zal dus in dat voorstel naar u toe komen. En voor het overige, voorzitter, behalve de fractie van de ChristenUnie. Ja, ik deel uw zorg nogmaals over de veiligheid wat betreft die rotonde. Misschien is het mogelijk, maar dan kijk ik even naar mevrouw Bloemhof. Want ik heb recentelijk met de heer Listies alleen helaas op vakantie gekeken. Dat is op verzoek van het college geweest naar de ontsluitingen vanaf het Oosterdalfse. En wij komen tot de conclusie dat er eigenlijk drie fietswegen zijn die tot ontsluiting leiden. Dat kaartje dat moeten we wel boven water kunnen halen. En dat kan ik uw kant nog wel opsturen als u dat zou helpen. Die toezegging wil ik hier wel doen. En voor het overige dank voor de steun. En heel fijn te horen dat u het toch een goed en ook integraal plan vindt, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Ja, u concludeerde zelf ook al dat de meerderheid van de raad hiermee instemt. U doet ook een paar toezeggingen dat u het eerste kwartaal 2017 met het beheersplan wegen komt. Dat u contact zult leggen met het waterschap over de fietsroute naar Zwolle toe. Toezegging dat de heer List of u nog terugkomt over de handhaving op de rotondes. En dan kijk ik even naar de ChristenUnie. U wilt het weer graag terugnemen in de fractie. In hoeverre kunt u werken met een stemverklaring op de raadsvergadering of wilt u het behandeld zien? Ik denk dat wij het graag behandeld willen zien. Dan concludeer ik dat dit als een bespreekstuk naar de raad gaat. En dan gaan we het volgende punt. Punt 5 van de agenda, beleidsplan licht in de openbare ruimte. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Dit is ook voorbereidend besluitvormend. En in onze gemeente staan ongeveer 5800 openbare verlichtingspunten. In dit beleidsplan wordt aangegeven waarom deze lichtpunten er staan, waar deze lichtpunten staan en hoeveel licht ze moeten geven. Daarbij zijn verkeersveiligheid, duurzaamheid en energiebesparing belangrijke thema's. De raad wordt voorgesteld om dit beleidsplan vast te stellen en om kredieten beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Bijzonder is dat dit beleidsplan een digitaal beleidsplan is. Het plan zelf staat niet bij de stukken, maar is digitaal te bekijken via het internetadres dalsen.verlichtinginbeeld.nl.
Natuurlijk is wel een weerslag van het beleidsplan in PDF gemaakt, zodat het altijd te controleren is wat de Raad precies heeft vastgesteld als dat besluit genomen is. Ook dit stuk wil ik in twee rondes behandelen, informerend, opinierend en als verantwoordelijk of ambtelijke ondersteuning is de heer Nijkamp aangeschoven. Welkom. En wie mag ik als eerste in de informerende ronde het woord geven? Meneer Royakkers. Dank u wel. Dank voor het beleidsplan en de onderliggende documenten. Ik heb al een opinie, maar die volgt later, voorzitter. Eerst een paar vragen. Op de eerste plaats vind ik in het plan ook niet, en ook niet in de leuke interactieve opzet, vind ik iets terug van de plannen met verlichting van het centrum Dorp Dallassen, de vechtkade en dergelijke. Komt dat omdat dit wordt opgenomen bij de centrumvisie of heb ik iets over het hoofd gezien? Mijn tweede vraag is, dat gaat weer over de provincie, neem me niet kwalijk. Nu is er op veel plaatsen langs de provinciale wegen nog een zee van licht gedurende de hele nacht. Kan de gemeente ook invloed uitoefenen op de provincie om langs deze week binnen de gemeente Dallassen ook het principe donker waar mogelijk, licht waar nodig te hanteren? En op de derde vraag is, er wordt gepland om erg veel te investeren, met name in nieuwe armaturen, die dan tevens energiezuinig zijn. Het grootste deel daarvan is in 2016 voorzien. Ook wordt rekening gehouden met het dimmen van de verlichting in de latere avond en in de nacht. Mijn vraag is, kan de post elektriciteitskosten dan niet omlaag voor de komende jaren? Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Wildvank. Dank u wel. Ik heb een paar korte vragen. Het hangt ook een beetje samen met een punt wat we straks nog gaan krijgen. Wellicht. Dit onderwerp had eigenlijk onderdeel moeten zijn of moeten volgen op wat dan heet een IBOR, integraal beheer van de openbare ruimte. We nemen dus een voorschot op besluitvorming die we daar nog te doen hebben en weten dus niet goed of het wel gaat passen. Klopt het nou dat we hier mogelijk iets beslissen waar we later onszelf voor de voeten gaan lopen? Of schat u dat heel klein in? Dan staat er op een tweetal plekken dat we duurzaam groene stroom gebruiken. Nou heb ik onlangs in een ander verband ook een keer langs zien komen. Dat was Dalfsen nou net nog niet zo heel erg groen inkopen. Moet ik hier nou uit afleiden of mag ik hier uit afleiden dat we inmiddels een helemaal groen gemaakt contract hebben op dat punt? Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ook een paar vragen van ons. Ten eerste over de bedrijventerreinen. Met betrekking tot bedrijven wordt met name ingezet op veiligheid en op het voorkomen van hinder. Waarom wordt het aspect duurzaamheid niet nadrukkelijker als uitgangspunt gekozen? Ja. En de tweede vraag bij bedrijventerreinen. Er gelden geen bepalingen voor verlichte reclame op bedrijventerreinen. Is het mogelijk de brandtijd tijdens nachtelijke uren te reguleren? Dan een vraag over de kosten. Dat is wel een beetje een verlengde met de vraag die ook Partij van de Arbeid al stelde. Alleen is dat anders ingevuld. Door de keuze voor LED-verlichting, het ombouwen naar LED, zou je verwachten dat vanwege de langere levensduur van LED-lampen met name ook het onderhoud terug gaat lopen. Daar vind ik eigenlijk niks van terug. Dan nog een vraag die aansluit bij de vraag van Partij van de Arbeid, die gaat over die GVO's, de garantie van oorsprongscertificaten, die door de gemeente samen met omliggende gemeenten zijn aangekocht om onze aankoop van stroom te vergroenen. Dan worden die certificaten in de volksmond ook wel schommelcertificaten genoemd. Of schommelstroom wordt daarmee ingekocht, zeg maar. Want het betekent eigenlijk dat je door die certificaten van waterkracht, Noorse, IJslandse waterkracht, aan te kopen, in feite een groen stickertje plakt op gewone grijze stroom. Er wordt 0,0 extra groene stroom opgewekt namelijk. Onze vraag. We hebben begrepen inmiddels aan vragen ambtelijk aan de heer Nijkamp, dat contract met de omliggende gemeente, inderdaad, dat staat ook in de stukken tot 2015, tot en met 2018, vast ligt. Maar het zou Dalfsen als groene gemeente sieren om bij de volgende contractbesprekingen
aankoopbesprekingen in te steken op het daadwerkelijk aankopen van groene stroom. Of ik moet het anders formuleren, op het aankopen van echte groene stroom. Dan de laatste vraag, voorzitter. Er worden verschillende kleuren ledlicht ingezet op verschillende terreinen. Wordt er in een breder perspectief ook op gelet dat de verlichting hier in Dalfsen geen kerstboom-effect krijgt? Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, slechts één vraag. Die sluit voor een deel aan bij wat D66 ook al heeft gevraagd. Over, ja, mag het donker zijn? Er komen steeds meer van die verlichte plekken in ons land. Er zijn steeds meer plaatsen waar je de sterrenhemel 's nachts niet kunt zien. Er zijn nachtdieren die in feite dag en nacht in het licht leven. En wij vroegen ons af, kunnen we niet? En hoe denkt de wethouder daarover? En hoe denken ook andere partijen daarover? Ja, vechtdalbreed een gebied creëren waar we het donker koesteren. En dan op een gezonde manier. Ik denk dat het aansluit bij wat de heer Royakkers net ook heeft gevraagd. De heer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij moeten natuurlijk ook ons licht hierop laten schijnen. De paragraaf burgerparticipatie is kort maar wat duidelijk. Niet dat er aan alle inbreng gehoor wordt gegeven. Maar hoe koppelt u de argumentatie terug aan de mensen die de moed hebben genomen om te reageren? En hoe denkt u de belangen van de verschillende gebruikers te kunnen scheiden? Namelijk iemand die een lichtpunt passeert, die zal er heel anders over denken dan iemand die ernaast woont. De paragraaf duurzaamheid en financiële dekking zijn natuurlijk nauw met elkaar verbonden. Denkt u dat de besparing van 1,5% voldoende is? Of moeten we echt streven om de komma nog één plekje naar achter te zetten dat het 15% gaat worden? Dat is wel een utopie misschien, maar ik denk dat de 1,5% wat karig is in relatie tot onze duurzaamheidsambitie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. En ook meneer Nijburg nog, dank u wel. Ik ging heel snel door naar de heer Jutten, maar dank u wel voor uw vragen. Wethouder is ook nog aan het schrijven. Meneer Agricola, aan u het woord. Ja, voorzitter, heel wat vragen. En ik zal proberen mijn licht hier ook over te laten schijnen, op een duidelijke manier. Waar u ook hoopt een goede afweging in te kunnen maken. Ik begin bij D66. D66 heeft over het lichtplan van het centrum. Nou, het lichtplan is gemaakt. Dat is bij u in de raad geweest. Daar hebt u als raad een oordeel over gegeven. En dat wordt in de centrumvisie, in die uitvoering van de centrumvisie, wordt dat meegenomen. En daar waar we het al kunnen plaatsen, gaan we het inmiddels plaatsen. Zo heb je al kunnen zien dat hier in het waterfront de eerste nieuwe verlichting is al gerealiseerd. Zo ook het aanlichten van de witte file en de kade en de molen. Maar voor het centrum wordt meegenomen in uitvoering. Provinciale wegen, u zegt veel licht. Daar hebt u gelijk aan. Er is langs de provinciale wegen veel licht. De provincie is bezig om dat in kaart te brengen. En daar inhoud te geven aan donker waar het donker moet zijn, licht waar het licht moet zijn. Dat zal inhouden dat zij langs provinciale wegen verlichtingsmasten weg zullen halen. En dat zal op weerstand rekenen van burgers die daar wonen. En daar waar het gaat gebeuren, zal uitgebreide burgerparticipatie plaatsvinden met de aanwonenden en de mensen die daar in de buurt wonen. Investeringen. Investeringen met nieuwe masten in LED en in dimmers. Dat gaat gebeuren. Ik weet nog, in de periode 2006-2010 is ook dit uitgebreid aan de orde geweest. En toen zei de toenmalige wethouder De Vries dat het een verschrikkelijk grote investering zou zijn als je op de bestaande palen allemaal dimmers zou installeren. Dat de kosten zouden hoger zijn dan met name wat dus de opbrengsten zouden zijn. En toen heeft de raad geconcludeerd van dat gaan we niet doen. Wij gaan dat doen als bij spreken we nieuwe masten gaan plaatsen. En dat wordt nu druk meegenomen. Dan mag je ook verwachten dat je energie bespaart, maar daarmee ook geld bespaart. Dat is inderdaad het geval. Maar daarnaast zien we nou ook iedere keer weer uitbreiding van de arealen. Dus de nieuwe wijken die
gebouwd worden, die moeten ook aangelicht of verlicht worden. Dus dan raak je daar weer een deel kwijt. Dus je kunt zeggen, we hebben wel besparing, maar we hebben niet meer kosten. Maar in totaliteit realiseren we wel een besparing. Dan de Partij van Arbeid, die merkt terecht op, het is een onderdeel van openbare ruimte, dus dit zou in de IBOR moeten plaatsvinden. Nou, daar zijn we intern ook druk mee bezig. En daar komen we bij u ook op terug. Maar dan zal dit een onderdeel worden van de IBOR. En er zal dus de financiering ook vanuit de IBOR plaatsvinden. Nu wordt de financiering geregeld via de reserve volkshuisvesting, wat al jaren en dag gebeurt, gebruikelijk is. Maar wanneer het een onderdeel gaat worden van IBOR, zal de financiering ook vanuit de IBOR plaatsvinden. Maar dan wordt dit plan in het IBOR gebeuren geschoven. Dan spreek je over de groene duurzame stroom. Er zijn meer partijen die hebben het erover gehad. We hebben nu nog een contract wat loopt tot en met 2018. Er is in een rondvraag enkele maanden geleden zijn hier ook vragen over gesteld. En het is zo van als dit contract afgelopen is, hebt u met name ook mij de boodschap meegegeven van dan willen we graag dat Dalfsen groene stroom inkoopt. Daadwerkelijk groene stroom, maar niet bijspreken sjoemelstroom. En wat dat betreft dan wordt door mij zeer zeker meegenomen en dat heb ik u ook toegezegd dat wij ons daarvoor inzetten en dat ook voor elkaar zullen krijgen samen met de partijen die, waar wij mee die stroom gaan inkopen. En mocht dat niet het geval zijn, ja, dan zullen we het als Dalfsen zelf moeten gaan doen zonder de andere partijen. CDA, bedrijventerrein, ja, die worden ook verlicht, met name worden gekeken naar de veiligheid. En daar gelden ook de duurzaamheidsaspecten ook, want die nieuwe armaturen die daar geplaatst worden, zit ook led in, zit ook dimmers in. Dus die heeft geen uitzondering ten opzichte van de andere masten en armaturen die geplaatst worden. Reclameverlichting, daar heb je het over gehad. Nou, dat is een punt wat hier ook al eens eerder aan de orde is geweest. Niet alleen reclameverlichting, maar ook dus de verlichting van de stallen. Maar ook de verlichting van de paardenbakken, maar ook de winkels die met name 's avonds nog in het licht staan. Nou, vanuit de duurzaamheidsafdeling wordt hier geprobeerd om invulling aan te geven, om daar met die mensen in gesprek te gaan en om te proberen daar met name dat te verminderen. Zo ook hebben we ook in het stuk kunnen lezen dat heel veel mensen graag zouden willen dat de verlichting na 11 uur minder zou worden. Niet alleen in het buitengebied, maar waar lampen zijn, maar zeer zeker ook in de kern. Maar u hebt ook kunnen lezen in het stuk dat er ook juist een kern is die juist meer verlichting, met name in de avonturen, wil. Maar daar zullen wij een goede afweging in maken. Stroom heb ik het al gehad. Verschillende kleuren licht. Ja, kerstverlichting. Ik snap wat u bedoelt. Er zijn her en der zijn ook lampen met een rood-oranje-achtige uitstraling, maar het heeft weer te maken met vleermuizenroutes. Maar daar waar wij, de doelstelling is dat we gelijkmatig dezelfde soort licht willen gebruiken, maar op sommige plekken kom je er niet aan. Dan ChristenUnie, ja, mag het ook donker zijn? Ja, ik heb net al gezegd van donker waar het donker moet zijn, licht waar het licht moet zijn. Daar zijn we als gemeente Dalfsen mee aan de gang, maar ook de omliggende gemeenten zijn er mee aan de gang. En we proberen daar ook inhoud te geven. We hebben, voor uw informatie, 2 jaar geleden hebben we ook in een stukje buitengebied hebben we ook lampen weggehaald. Er is een uitgebreide burgerparticipatietraject aan voorgegaan. Maar het is wel moeizaam, want als mensen er een keer aan gewend zijn, dan willen ze graag de verlichting houden. Maar wat dat betreft, wij hebben daar in overleg met de bewoners, het heeft een jaar geduurd, zijn we daar wel tot een resultaat gekomen waar achteraf iedereen gelukkig mee was. Burgerparticipatie. U hebt ook gelezen in het stuk, u hebt alle de enquêtes die gehouden zijn, de uitkomsten ervan zitten ook in het stuk. Daar hebben we nodig koppelen dat terug. We hebben iedere keer ook een goed contact met Veilig Verkeer Nederland. Maar waar we zaken gaan wijzen, dan gebeurt dat met de mensen die daar langs moeten, maar hoofdzakelijk met de mensen die daar wonen. Dus wat dat betreft is in het hele gebeuren zit een groot stuk burgerparticipatie aan vast.
besparing die we realiseren, 1,5%. Dat zouden we wel meer willen. We zouden ook wel naar 15% willen. Maar dan hebben we van u als Raad de Vos een zak met geld nodig om de oude armaturen, die het nog goed doen, allemaal versneld te vervangen. En dat is een afweging van kosten die u als Raad moet nemen. Maar nogmaals, wat ik in het begin ook al zei, er is in het vorige periode, 2006-2010, is er ook uitgebreid over gesproken. En toen heeft de Raad gezegd van ja, we gaan het niet doen, want dit is niet verantwoord. Goed, voorzitter, dat waren de vragen en ik hoop dat ik ze naar tevredenheid heb beantwoord. En zo niet, zijn er vragen, dan hoor ik het graag. Dank u wel voor uw beantwoording en ik kijk even rond. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Niet dat ik nog een vraag heb, voorzitter, maar onze vraag eigenlijk iets verder dan het antwoord van de wethouder ging. Die zegt, ja, ik overleg wel met andere gemeenten, maar onze gedachte was nou juist om vanuit dat overleg met andere gemeenten, wat natuurlijk heel positief is, te komen tot een vechtbalbreed gebied waar je die duisternis, dat donkere, juist koestert. En dat je dus verder gaat dan alleen maar overleg, maar dat je echt zo'n gebied gaat creëren met elkaar. En of de wethouder bereid is om daar met andere gemeenten over te spreken en een soort plan op te zetten. Dank u wel, meneer Nijburg. Ik ga nog even verder rond. Ik zie geen reacties. Wilt u hier nog op reageren, heer Agricola? Ik weet dat de gemeente Ommen inmiddels al zo'n vergelijkbaar plan heeft. We kunnen met de gemeente Ommen daarmee in overleg treden. En als we de andere gemeenten rondom Dalfsen daar ook mee zouden kunnen verleiden, dan wil ik me er graag voor inspannen. Dank u wel voor deze beantwoording van de vraag. Ik denk dat we dan overgaan naar het opinierende gedeelte. En wie mag ik als eerste? Meneer Lochtenberg. Ja, dank u voorzitter. Ja, onze fractie vindt dit een aansprekende presentatie met diverse voorbeelden van bijvoorbeeld van lichtbeeld. Met diverse voorbeelden in lichtbeelden uitgedrukt. Ook een mooi onderwerp voor burgerparticipatie. Dat het onderwerp leeft, dat blijkt ook wel uit het hoge aantal mensen die de enquête hebben ingevuld. En onze waardering voor deze aanpak. Van onze inwoners wordt steeds meer een duurzame levenshouding verwacht. Het is dan ook logisch om als gemeente waar mogelijk het goede voorbeeld te geven. De doelstelling van 1,5% minder energieverbruik per jaar lijkt in dit verband weinig uitdagend. Dat sluiten we wat dat betreft ook aan bij de opmerkingen van gemeenteblaar. We zien dat er sinds 2008 gemiddeld jaar op jaar al 2,3% per jaar is bezuinigd. Fictief zelfs 3,1%, in totaal zo'n 22% als je corrigeert voor de uitbreiding in de genoemde nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Gezien de te verwachten omwisselingsslag naar LED lijkt de versnelling de eerste jaren goed haalbaar. Dus eens met 1,5% is dan wel heel voorzichtig is. Als we het toch hebben over een voorbeeldfunctie, dan achten wij die aankoop, zoals straks al aangegeven, van groene stroom op basis van op waterkracht gebaseerde certificaten een verkeerd signaal. Die schommelstroomwerkwijze draagt volgens het CBS in haar rapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2015 waarschijnlijk niet eens bij aan de realisatie van extra groene stroominstallaties. En je kunt dus wel spreken van een groen stikkertje op grijze stroom. En wij vragen het college te zoeken naar financieel interessante alternatieven. Dan over de toepassing. Wij vinden dat binnen de bebouwde kom, met name rondom publieksfuncties zoals pinautomaten, toegangswegen naar sportaccommodaties, de veiligheid voorop moet staan. Daar dus niet te zuinig met licht. Voor een veilig gebruik van trottoirs is naast fatsoenlijk onderhoud ook de verlichting een belangrijk aandachtspunt. Bij de keuzes van armaturen dient daarbij dan ook nog het hinderlijk aanlichten van woningen te worden voorkomen. Er wordt hier en daar wel al wat acht op gegeven, maar het is nog lang niet overal voor elkaar. Met betrekking tot bedrijventerreinen vindt het CDA dat duurzaamheid het uitgangspunt dient te zijn. Dus niet meenemen, we doen het toch al. Je moet ervan uitgaan, ook in de reacties naar de bedrijven. Wij denken bijvoorbeeld dat de verlichting op bedrijventerreinen, inclusief de reclameverlichting, gedurende de nacht nog flink kan worden teruggeschroefd, zonder dat de veiligheid daaronder leidt. Wij kunnen instemmen met het gevoerde beleid in het buitengebied. De uitvalswegen vanuit de dorpen verdienen wel de nodige aandacht in verband met de veiligheid van wandelaars en hondenuitlaters.
Voor het tegengaan van lichtvervuiling vanuit veestallen zijn in samenwerking met de LTO inmiddels hinderbeperkende maatregelen ontwikkeld. En waar nodig dienen agrariërs te worden aangespoord om die maatregelen ook werkelijk toe te passen. Ten slotte, het totaalbeeld ziet er goed uit. Pas wel op, zoals ik straks al aangaf, dat de verschillende toepassingsmogelijkheden van efficiëntere verlichtingsbronnen niet leidt tot een kerstboom van kleuren. Ons voorlopige oordeel, goed bezig, nog wel een aantal aandachtspunten, maar we zien vooralsnog geen reden om niet met de voorstellen in te stemmen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Wulfsvang, Partij van Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij zullen instemmen met het voorstel zoals het er ligt. Het ziet er goed uit. Ook creatief vinden wij om de manier waarop het opgezet is. Blijven wel die twee puntjes staan die ik in het begin ook even noemde. Want als je de gemeente als voorbeeld wilt stellen, het CDA had daar ook wel even een opmerking over, dan moet je dat ook wel in alle opzichten doen. En waar het gaat om groene stroom is dat nog bepaald niet het geval. Er zijn wel voornemens, maar we zijn er nog niet. En uit de tekst zou je hem zo kunnen afleiden dat we het al doen. En dat is gewoon niet zo. Dus daar hebben we nog wel iets in te lopen. Ja, en dat punt van het IBOR. U gaf het antwoord, of bevestigde eigenlijk mijn vraag, van dat het klopt dat dit eigenlijk onderdeel moet zijn van het IBOR. En in het IBOR zo moet worden opgenomen. En mijn vraag zat er meer in, ja, de volgorde klopt niet helemaal dan. Want dat hadden we dan eerst moeten doen en niet deze er vooraf aan laten gaan. Maar ik realiseer me ook wel dat dat niet anders meer gaat worden. En ik ga er maar even vanuit dat het plan dus ongewijzigd in zijn volle omvang dan in het IBOR wordt opgenomen. Ik zie de wethouder knikken. Dat gezegd hebbende stemmen wij in met het voorstel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats zijn we als D66 erg blij met de uitgebreide opiniepeiling van partijen en van de bevolking. En we constateren ook dat veel van de punten die genoemd zijn in het beleid zijn verwerkt. Dat is prima. Bijvoorbeeld het principe om bij vervanging of bij groot onderhoud meteen mogelijk te maken om straatverlichting te dimmen tussen bepaalde uren. Heel goed, doen. En verder steunen we het beleid om recreatieve en andere fietspaden buiten de bebouwde kom niet te verlichten. Voor conflict situaties waarbij veiligheid in het geding is, worden maatwerkoplossingen bedacht, staat in een stuk. Dat lijkt ons goed. Zeker in combinatie met maatregelen die in het gemeentelijk vervoer en verkeersplan genoemd zijn voor fietspaden, zoals het vermijden van haakse bochten en dergelijke. Want een haakse bocht zonder licht, dat kan ik uit eigen ervaring zeggen, dat is niet zo handig. Verder mijn complimenten voor de doelstelling. Donker waar mogelijk, licht waar nodig. En in tegenstelling tot het CDA, die het heel omvloest op zijn Lubberiaans een beetje formuleerde, die zei altijd een positieve grondhouding, maar het CDA zei geen reden om niet in te stemmen, heeft D66 volmondig een instemming. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Schuring, VVD. Dank u, voorzitter. Prima opzet, mooie manier gepresenteerd. 100% kan nooit. Ik denk spanningsveld tussen veiligheid en donker. Ja, dat is een lastige, maar ik ga ervan uit dat de kennis en zeker de participatie daarin de middenweg zal gaan bieden. En ik wens jullie succes met de opvolging hiervan. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. We zijn in de eerste plaats blij met de toezegging van de wethouder om met zo'n plan verder aan de slag te gaan. Om dat donker, dat duister echt te koesteren. Dit beleidsplan, het is door anderen ook al gezegd en opgemerkt, is eerder al beeldend gepresenteerd en zag er toen goed uit. We zijn daarin goed meegenomen, dus dat vonden we ook zeer positief. Ziet er nog steeds goed uit, goede spoor. We zijn het ook zeer eens met die hoofdvisie van het hele beleid, donker waar mogelijk en licht waar nodig. En we zijn het ook eens met de gedachte dat je verlichting gaat aanpassen aan wensen en omstandigheden als er vervangen moet worden. Dat je dat dus niet eerder moet doen, dat lijkt ons een hele goede lijn. En we zijn ook eens met de aanbeveling in dat punt 2.2, reactie op hoofdlijnen. Al met al kunnen wij instemmen met dit plan. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Voor onze voetgangers en fietsers moeten we afwegingen maken hoe we ze een veilig gevoel geven van zicht hebben en zichtbaar zijn. Beide zijn erg belangrijk. Zichtbaar zijn is natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid voor de gebruikers zelf. Maar goed zicht hebben is een verantwoordelijkheid van ons beleid. De juiste verlichting op de juiste plek is inderdaad een vraagstuk dat door de ervaring en inspraak op een veilige en duurzame manier ingesteld moet worden.
Daar waar het minder kan en daar waar het meer moet, kan een goed overleg met de gebruikers, betrokken instanties en ervaren technici een goed model opgesteld worden waarin ieder zich in kan vinden. De techniek verandert met de dag. Sensoren, dimmers en tijdschakelaars worden steeds innovatiever en met de juiste instellingen kunnen ze veel opleveren op het gebied van veiligheid en zeker ook op sociale en financiële duurzaamheid. Wij adviseren u dan ook de techniek goed te blijven monitoren, tijdig te vervangen en in te spelen op het marktaanbod. Het omslagpunt van vervanging om vervanging rendabel te maken zou eerder kunnen komen dan u voorspelt. We hebben kennis genomen van u van de opiniepeiling en de reacties en we kunnen akkoord gaan met uw voorstellen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Jutten. Concluderende dat de wethouder enkele toezeggingen heeft gedaan wat betreft duurzaamheid, echte groene stroom. Dat het plan volledig ongewijzigd in het IBOR-verhaal terugkomt, wat we volgend jaar gaan behandelen. Dat hij in overleg treedt met de gemeente om een, wat betreft het creëren van een donker gebied in het Vechtdaal. Concludeer ik dat de commissie akkoord gaat met dit stuk, waarbij ze het beleidsplan vaststellen dat er een 120.000 euro per jaar voor de jaren 2017 tot met 2020 beschikbaar te stellen uit de reserve volkshuisvesting. En van de opiniepeiling licht in openbare ruimte, donker waar mogelijk, licht waar nodig, kennis te nemen en van de reactie op overlijden kennis te nemen. En dit dus als akkoordstuk naar de raad gaat later deze maand. Daarmee is dit agendapunt afgewikkeld. Ga verder met de vergadering. Met agendapunt 6, huisvesting buitendienst openbare ruimte. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Ambtelijke ondersteuning van de heer Stokvis. Welkom. In de voorjaarsnota 2016 was aangekondigd dat de raad een voorstel zou ontvangen over de huisvesting van de buitendienst. Omdat er knelpunten zijn bij de huisvesting van de wijkteams Dalsen en Buitengebied en een deel van de stichting Dalsen Werkt. Er waren 6 alternatieven en het college heeft gekozen voor alternatief F. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en krediet hiervoor beschikbaar te stellen. Er zijn technische vragen gesteld, die zijn beantwoord en op het RIS geplaatst. Bij dit agendapunt behoren 2 vertrouwelijke bijlagen. Wilt u hier over spreken, dan zal dat moeten in vertrouwelijkheid. En dat zal dan na de vergadering of na sluiting van het openbare gedeelte plaatsvinden. Maar dat hoor ik vanzelf. Deze ronde, het is voorbereidende besluitvorming, dus informerend en opinierende ronde. En wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. We hebben 5 vragen en de eerste hadden we al. Die kwam bij de heer Meijerink ook naar voren. Dat is de vraag, heeft het ruimtegebrek wat er is nu te maken met de komst van Dalsen Werkt? En daar heb ik het antwoord wel op gelezen, maar wij kunnen ons nog haast niet voorstellen dat dat niet met elkaar te maken heeft. Dus ik wil dat toch, ik vind het dus niet alleen maar een technische vraag, ik vind dat die verder gaat dan een technische vraag. En dat brengt me bij vraag 2. Als dat zo is, kunnen we dan niet geld uit het sociale reserve sociaal domein inzetten om dat gebouw voor een deel te financieren? Of andere dingen daar te doen die nodig zijn? Derde vraag. Wat wij missen om echt goed af te kunnen wegen is het overzicht van voor- en nadelen van die diverse opties. Het wordt wel kort genoemd, maar we missen toch wel wat. Ook ten aanzien van kosten en besparingen. In de vierde plaats missen we dat exploitatieoverzicht van de huidige en nieuwe situatie. Van wat is nou het verschil? Wat gaan we er nou op vooruit? Kan dit voor de raadsvergadering alsnog worden aangereikt? En een vijfde vraag, hoe zit het nou met de overige werven? Hebben we daar straks ook, komen die ook langs, waar ook veranderingen plaats moeten vinden? Dat zijn de vragen die we in eerste instantie hebben.
Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Meijering, gemeente Belangen. Ja, ten eerste dank voor de antwoorden op de vragen. Nou, een aantal vragen die de heer Nijburg heeft gesteld, die hebben wij eigenlijk ook nog op papier staan. Ik heb nog één vraag die me wel bezighoudt. Dat is de vraag namelijk over dat extra huren van het pand aan de Goldkampstraat. Ik lees in het antwoord van u dat er eigenlijk dan nog ruimte tekort gekomen wordt. Hoe zit dat nou precies? We komen dus nog ruimte tekort, als ik het antwoord goed lees. Dank u wel. Dank u wel, meneer Meijerink. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen vergelijkbaar met eerdere sprekers, maar soms met een andere aanvliegroute, dus ik ga ze toch even stellen. En dat is als eerste dat het gegeven aantal benodigde vierkante meters wordt als uitgangspunt genomen en daar wordt dan de oplossing bij gezocht. De vraag die mijn fractie bezighoudt is hoe stevig is die ruimtebehoefte? Met andere woorden, zijn er ook alternatieven bekeken, zoals Stichting Dalfse Werk is daar een oorzaak van, maar zijn er ook andere dingen? Want de extra ruimte, het is bijna een verdubbeling, of 50% toename van wat er was. Is de huidige situatie dan zo knellend? Anders gezegd, ik zie volgens mij nergens trekkers buiten staan. Dus waar gaat het nu? Waar worden ze nu op geslagen? Want we bepalen toch over best veel ruimte. Een andere vraag, een beetje principieel toch ook wel. Waarom duurzaamheidsmaatregelen opgevoerd als investering en worden ze niet zichzelf dat ze zichzelf terugverdienen? We vertellen aan iedereen, alle inwoners van Dalfsen, een zonnepaneel op je dak is binnen een paar jaar terugverdiend. Maar wij voeren ze hierop en gaan ze voor mij voor heel lange tijd afschrijven. En de vraag is of dat zinnig is en waarom ervoor gekozen is. Een andere principiëlere vraag ook van, waarom wordt u nu gekozen voor huur? Tot nu toe hebben we altijd in eigen bezit gedaan, want dan ben je ook op baas en heb je regie in eigen hand. Er wordt nu huur opgevoerd als een optie. Flexibiliteit hebben we dan in de hand, maar ja, dat gaat overal voor, daar waar het gemeentehuis ook kunnen huren. Maar flexibiliteit is blijkbaar ook nodig. Het wordt voorzien, want anders ga je niet voor heel lange termijn huren. Dus misschien kan de wethouder daar toch nog wel wat duidelijker in zijn waarom dat er nodig is. En de jaarlijkse huur, voorzitter, en tot complete voorstel, ik heb het niet gevonden. Dus we praten hier nu over een forse investering, niet kinderachtig. Daar zien we een kostenplaatje bij wat het sociaal is gaan kosten. Maar de huur die er bovenop komt, zie ik niet. Terwijl het ook een onderdeel van de afweging is die we moeten maken, of onderdeel F, waar de college dan voor kiest, wel het optimale is waar we voor zouden moeten gaan. Dus voorzitter, we hebben nogal wat vragen bij deze nota. Dank u wel, meneer Uitslag. De heer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, ik sluit me eigenlijk volgens mij goed deels aan bij wat de Uitslag zegt. Ik ga het alleen iets anders verwoorden. Is dit nou voldoende doordacht op de mogelijke groei, zeker ook die groei in relatie tot de Stichting Dalfsen Werkt? Dat is eigenlijk onze enige vraag. Van, hebben we dit nou voldoende in het snotje wat er gaat gebeuren ten aanzien van groei? En kunnen we dat ook op langere termijn hier wel kwijt? Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Ik ga het niet herhalen, maar ik neem aan dat de wethouder daar op deze vragen antwoord geeft. Om nog aan te sluiten op de uitspraak van de heer Uitslag dat het toch wel behoorlijk veel geld is, is het inderdaad 257 euro per vierkante meter. Als je alleen de renovering telt en als je kijkt naar het tekort, is 460 euro per vierkante meter. Dus dat zijn best bedragen en daar komt nog de huur bij. Het zal wel goed bekeken zijn, dus ik heb verder geen vragen. Dank u wel, meneer Rooijakkers, voor uw goede rekensom. Meneer Schuring, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, het is ook wel een beetje herhaling van zetten, maar dan misschien iets anders geformuleerd. Ik had de vraag staan, hoe groot is de noodzaak? Nou, dat werd zo net al eventjes gevraagd. De opmerking van Dalfsen Werkt is ook al gemaakt. En in mijn beleving was inderdaad Dalfsen Werkt degene die die noodzaak gecreëerd heeft. En inderdaad, sociaal domein. En hoe werkt die koppeling financieel dan? Is daar iets van een financiële koppeling
Of is die mogelijk? En er stond ergens in het artikel dat er na de zomer een concreet voorstel voor extra huren neergelegd wordt. Maar we moeten nu inderdaad al wel een keuze maken. Is daar al wat meer over te vertellen? Flexibiliteit van extra huur, op zich goed. Maar het kreeg ook een beetje het gevoel toen ik dat las, dat het college een idee heeft dat die aantal vierkante meters mogelijk binnen afzienbare tijd niet meer zo nodig zullen zijn. Ik kon alleen daar geen inhoud op terugvinden. Dus als dat zo is, zou de wethouder daar iets over kunnen vertellen. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Agricola, mag ik u het woord geven? Dat mag, voorzitter. Heel wat vragen. En dat begrijp ik ook, want het is niet zomaar iets wat voor u ligt. Het is een forse investering. En wat dat betreft, dan is daar een goede onderbouwing zeer zeker bij nodig. Ruimtegebrek. En die zijn van meneer Meijering van Gemeentebelangen. Die heeft daar een aantal technische vragen over gesteld. Daar heeft met name de ChristenUnie, die stelt daar die vraag van. Ja, het is er van. Het Dalfse Werk is erbij gekomen. En het verbaast ons daarbij spreken dat dat niet de hoofdreden is in de beantwoording van de technische vraag die de heer Meijering heeft gesteld. In die zin van, als ik de beantwoording lees, dan staat erin het is niet de hoofdreden, maar het is wel een reden. We zien met name dat de afgelopen jaren er meer machines zijn aangeschaft en dat de machines ook groter zijn geworden. Ik zie zelf ook wel dat de trekkers zo langzamerhand grote vrachtwagens geworden zijn. En die hebben meer ruimte nodig en die hebben ook een groter ruimtebeslag, met name op onze buitenterreinen. Maar ook Dalfsen Werkt speelt zeer zeker wel een rol. Want die hebben ook materiaal meegenomen en met name ook qua de personele verzorging, met name qua kantine en douches en kleedruimte enzovoort enzovoort, speelt ook een rol. Dat wordt nu nog met name op een improviserende manier wordt ermee omgegaan, maar wat dat betreft, je wilt ook een goed werkgever zijn en dan moet je met name die zaken moet je goed voor elkaar hebben. Dus wat dat betreft, de beantwoording snap ik dat het vragen oplevert, maar het is wel zeer zeker een en-en. Maar wij spreken qua grootte en qua de aantal groei van machinerieën is wel heel erg belangrijk in het hele gebeuren. Terecht de vraag van die financiering, dus ook het Dalfsen Werk speelt hier een grote rol in, van zou dat niet uit het sociale domein gefinancierd moeten worden? Nou, die vraag, daar kan ik bij spreken op dit moment geen antwoord op geven. Misschien zou mijn collega Van Leeuwen, die met name Dalfsen Werkt onder zijn beheer heeft en in zijn portefeuille heeft, daar een aanvulling op kunnen geven. Ja, dan de onderbouwing van de locaties. Er zijn een aantal locaties zijn dus doorgerekend en een aantal zijn niet doorgerekend, omdat die niet doorgerekend zijn, die waren sowieso niet haalbaar. Dus even, nou, dan heeft het ook geen zin om met name die te gaan doorrekenen. Maar wat dat betreft, als je kijkt, zit dus de investeringen, zou je het optimaliseren, zou liggen. Als je het helemaal nieuw zou bouwen op een plek en alles bij elkaar, zou je op een goed 5 miljoen euro uitzien te komen. En met name daar hebben wij als college ook voor gezegd, dat is, vinden wij niet verantwoord. Daarna speelde ook met name de plek van de brandweer een rol. Want de brandweer zit in hetzelfde gebouw. Ook al zou je de brandweer eruit halen naar een andere plek, dan zouden wij nieuwe brandweerkazerne moeten bouwen. En dan zit je al met al, plus de verbouw, want dan was de zaak nog niet optimaal, zou je ook voor een investering hebben gezeten voor 4,5 miljoen. Nou, is ook bij spreken niet. Vonden wij dat kan niet. Dat is veel te veel. Toen hebben we gezegd van wat is nou een realistisch gebeuren, zodat je daar een plan hebt wat kan rekenen op draagvlak. Daarbij is een architectenbureau in arm genomen. Die heeft de hele huidige gemeentewerf onder de loep genomen. En die heeft daar gekeken van wat zou daar een optimale situatie zijn, ook op lange termijn. Bleef ook dat we niet alle materieel ook met de verbouwing van de gemeentewerf daar kwijt zouden kunnen. We huurden al ruimte op het industrieterrein. Maar nu deed de mogelijkheid zich voor
dat we met name tegenover de gemeentewerf een nog betere ruimte konden huren. En een ruimte van ongeveer 1000 vierkante meter met ook voldoende buitenruimte, 1900 vierkante meter. Dat ligt tegenover de werf. Was ook een mogelijkheid om daar, dat de medewerkers hun auto's daar kunnen parkeren, want die stonden ook allemaal op het terrein waar met name ook de activiteiten plaatsvonden nu. En wat soms al situaties opleveren, zijn van nou, het is gelukkig net goed gegaan. Dus we hebben dus ingestoken op verbouw en stuk huur. We hebben de loods eerst gehuurd voor 5 jaar. Want niemand weet hoe over 5 jaar de wereld ervoor ligt. Maar we hebben daarbij ook gezegd van nou, we willen ook een optie openhouden over bij spreken om na die 5 jaar ook nog te kunnen huren. Maar er is een afspraak over 5 jaar. Op die manier zeggen van hebben we dus, hoeven we niet vast te investeren, maar hebben we wel een oplossing die voor langer termijn is gewaarborgd. Over de exploitatie oud en nieuw en met name de laatste vraag van u die was, ben ik hem even kwijt. Vraag 4 en 5, mist u? Want vraag 4 ging over die exploitatie. Ja, en daarna had u nog een vraag. En daarna had ik een vraag, hoe zit het met de andere werven? Moet daar straks ook nog wat van alles worden aangepast? Goed. Over de exploitatie, daar wil ik straks de heer Stokvis even het woord geven. De overige werven, zoals de situatie er nu bij ligt, hoeven we geen investering te doen. De werf in Nieuw-Leuzen is up-to-date, hebben voldoende ruimte. En met name de werf in Lemerveld is een soort met steunpunt. Dus daar vindt ook geen opslag plaats van materieel. Maar er ligt wat klein materieel en dan moet je denken aan een schop en een hark. En een ruimte waar de mensen zich om kunnen kleden en een kopje koffie kunnen drinken. Meer is de gemeentewerf in Lemerveld niet. Maar kortom, als we deze situatie hebben, dan zijn we voor langere tijd, dus bij spreken, is de zaak goed gewaarborgd en hebben alles goed voor elkaar. Dan, CDA, aantal vierkante meters die nodig zijn. Huidige situatie knellend. Ja, wat ik net al zei, die is knellend. Dus wat dat betreft, wij hebben meer ruimte nodig. Duurzame investering. U hebt als raad altijd gezegd, gemeente, je moet het goede voorbeeld geven. Ook al, bij spreken van, is de verdientijd, bij spreken, langer dan 10 jaar. En dat is in uw geval. We hebben straks een energie-neutrale gemeentewerf. Dus daarmee geven we het goede voorbeeld. Gas wordt ontkoppeld. Alles komt op de elektrisch. En alle elektrisch kunnen we middels zonnepanelen kunnen we opwaarderen. Het halve dak komt vol te liggen. Er is nog een mogelijkheid om de andere zijde van het dak ook vol te liggen. Maar dan hebben we een investeringbudget van u nodig van nog 100.000 euro. En die stroom die daarop gewekt zou worden, zou je kunnen gebruiken voor de elektriciteitsvoorziening van de lantaarnpalen. Of je zou bij spreken dat kunnen koppelen aan het gemeentehuis. Want ongeveer 25% van de stroom van het gemeentehuis wordt opgewekt door de zonnepanelen. Dus er is bij spreken nog ruimte om met name op zo'n manier het gemeentehuis nog verder te verduurzamen. Flexibiliteit. Ben ik op teruggegaan. Jaarlijkse huur, die is bekend, maar dat vind ik een vertrouwelijk gebeuren. Dus dat kunnen we bij u op het vertrouwelijke deel van het RIS, kunnen daar u mededeling voor geven van wat de jaarlijkse huur is van de loods die wij huren. PvdA, is het voldoende doordacht? Nou, zoals wij weten, in de huidige situatie wel, kunnen we voor langere tijd, kunnen we hier maar uit de voeten. Kloppende cijfers. Nou, u mag ervan uitgaan, meneer Royakkers, dat de cijfers kloppen. We hebben een architectenbureau hebben in arm genomen en die heeft met name alles voor ons uitgerekend van ook wat er met de hoeveelheid materiaal die we hebben, wat er nodig is aan opslagruimte en manoeuvreerruimte. En daarnaast hebben die ook gekeken van hoe zou je het gebouw binnenin efficiënter kunnen indelen, zodat je het ook efficiënter kunt gebruiken. Dus
Voorzitter, ik hoop hiermee in grote lijnen de vragen die er leven te hebben beantwoord. Dank u wel, wethouder. De heer Stokvis en de heer Van Leeuwen. Eerst dan de heer Van Leeuwen, geldreserve sociaal domein. Kunt u daar een antwoord op geven? Nou, dan praten we over de participatiewet in het bijzonder, de uitvoering van de participatiewet. En het college vindt dat dat geld besteed moet worden aan mensen die dat nodig hebben en niet aan stenen. Kort en duidelijk, meneer Stokvis. Dank u wel, voorzitter. Helaas kan ik in deze vergadering geen antwoord geven op de exploitatiebegroting, hoe die precies in elkaar steekt. Dus als u het goed vindt, wil ik die graag nasturen naar deze vergadering. Dank u voor uw antwoord. En ik dacht dat de vraag was dat zowel de exploitatiebegroting in de oude als de nieuwe situatie gevraagd is. Dan zijn de nodige antwoorden gegeven. Ik kijk even de zaal rond en dan de heer Meijerink. Ik had nog één antwoord, was u nog schuldig gebleven. Dat is die vraag dat in de antwoord op een van mijn technische vragen wordt aangegeven dat de ruimtevraag door de opwaardering van het pand en het huren van het extra pand deels wordt opgelost. Dus met andere woorden, het wordt nog niet helemaal opgelost. Kijk even verder de tafel rond. Geen aanvullende vragen. Meneer Griekela. Volgens mijn informatie, Meijerink, is dat met dit plan is inclusief de huur van de ruimte die we bijhuren, is het voldoet het aan de eisen en kunnen er jaren mee vooruit. Dan is dus de vraag niet correct beantwoord. De technische vraag die ik gesteld heb. Dan, tenminste volgens mijn informatie die ik heb gehad, dan is er met name niet een juiste antwoord richting u gegaan. Of de heer Stokvis wil ik in de gelegenheid stellen, want die heeft de vraag ook beantwoord, om daar een antwoord op te geven richting u. Meneer Stokvis. Dank u wel. En dan wil ik graag even nog het antwoord nalezen wat ik precies gegeven heb op de vraag die gesteld is. Want volgens mij ging dat over consequenties van nieuwbouwopties. En volgens mij heb ik de vraag daarmee beantwoord dat in die opties de vierkante metervraag niet helemaal ingevuld kon worden. In de optie die nu voor ligt in het voorstel worden de vierkante meters wel ingevuld. Dus misschien dat daar, in ieder geval was het niet mijn bedoeling om aan te geven dat in deze optie de vierkante metervraag niet zou worden ingevuld. Dank u wel voor uw antwoord. Dan gaan we denk ik naar de opinierende ronde. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Meijerink, gemeentebelangen. Ja, heel kort even, want ik wil toch nog even terug meenemen in de fractie. We hebben een aantal antwoorden nu gekregen en die willen we toch graag even nog in overweging nemen in onze fractie en dan in de raad op terugkomen. Dank u wel. Meneer Uitslag, CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een aantal antwoorden gehoord. Ik heb meneer Griekula vanavond horen vertellen dat de heer De Vries, dat wij als raad al eerder hebben aangegeven duurzaamheid niet tot elke prijs. In het kader van lantaarnpalen noemde u hem zelfs nog. En vervolgens roept u hier, maar we moeten als gemeente een goed voorbeeld geven, want dat heeft u ook geroepen. Dat lijkt een beetje shoppen van het argument waar het best uitkomt. Ik ben blij dat u zegt, nou, het is 10 jaar ongeveer dat het terugverdient. Er blijft nog steeds een vraag staan. Volgens mij doen we in panden schrijven 30 jaar af en deze zonnepanelen dan dus blijven ook. Hè, of ze zich gaan activeren. Dus het blijft toch wel een beetje een bijzonder verhaal. Het antwoord heeft ook wel wat nieuwe vragen opgeworpen. Hè, van waarom niet gelijk nagedacht om het hele dak maar vol te leggen met zonnepanelen. Want je bent nu toch bezig en je hebt die kranen toch staan om die panelen op dak te gooien. En waarom dan niet een aanvullend voorstel waarmee de panelen zichzelf dat terug kunnen verdienen? Want we hebben nog een vraag, een elektriciteitsvraag. Dus ik moet daar nog eens even over nadenken, voorzitter. Dat we al flexibel bezig waren door te huren, ik geloof het wel,
Dat zal, we gaan in een nieuw pand toe, dat zal al veel duurzamer zijn, daar ga ik vanuit. Maar als het al deden en wist dat er veel ruimtegebrek, dan kun je ook afvragen waarom hebben we dan toch niet eerder geopteerd voor koop. En als we voor 5 jaar, wie kan 5 jaar vooruitkijken, nou met zo'n groot verschil aan ruimtebeslag, is het wel redelijk veilig om aan te nemen dat we die ruimte wel blijven nodig hebben. En is er geen optie voor koop opgenomen, als die toch zo ideaal ligt. Is de veiligheid van de werknemers die nu de rondweg moeten oversteken niet wat gevaarlijker geworden? Hè? Dus de antwoorden hebben meer vragen opgeroepen, voorzitter. Dus ik neem meer naar mijn fractie om daar verder over te kunnen praten. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Soms zit het in één letter. Vorige week ging het over de letter T. Maar volgens mij gaat het nu over de letter B. Want optie F lijkt de beste optie en beste haalbaar. Maar het blijkt volgens ons nog niet. Dus wij wachten nog op nadere informatie. Dank u wel. Meneer Nijburg, meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, ik ga daar niet al te veel meer over zeggen. We hebben de antwoorden van de wethouder gehoord. Wat ons betreft is daarmee voldoende inzicht gegeven en stemmen we in met het voorstel. Dank u wel. Meneer Rooijakkers. Ik vind het prima om niet steeds nieuw te bouwen. Verhuizen van de brandweer zou ook kapitaalvernietiging zijn. Ik ben dus akkoord met het principe van de renovatie en het aanpassen van een bestaande gebouw. En zoals ik al heb gezegd tegen de wethouder, dat was niet als vraag bedoeld. Het was gezegd, juist, ik heb geen oordeel over de kosten. Dus wij kunnen daarmee instemmen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Schuring, VVD. Volgens mij gaat hij als bespreekstuk door en daar kan ik me prima in vinden. Oké, dank u wel voor uw antwoord. Dat concluderende, gezien zoals het hier behandeld is, zeg ik dat dit een bespreekstuk is op de raadsvergadering later deze maand. En daarmee sluit ik dit agendapunt. Verder met agendapunt 7, tweede bestuursrapportage 2016. Verantwoordelijk wethouder de heer Verleeuwen. Voorbereidend besluitvormend. In deze bestuursrapportage rapporteert het college de voortgang van de begroting gedurende het jaar. Deze tweede bestuursrapportage gaat in op de voortgang na 8 maanden. Daar volgen bijstellingen van de begroting uit en de raad is bevoegd om deze vast te stellen. Ook bij dit agendapunt hoort een vertrouwelijke bijlage. En als u daarover zou willen spreken, dan moeten we dat in beslotenheid doen. Wil het doen in 2 ronden, informerend, besluitvormend. En wie mag ik in de informerende ronde? Het is de vijfde keer dat ik die vraag vanavond stel, wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Als ik u nog even mag onderbreken, mevrouw Van Hoek sluit aan als ambtelijk ondersteuner. Welkom. Dank u wel, voorzitter. Wederom een duidelijke rapportage die snel inzicht geeft over hoe we ervoor staan. Veel indicatoren staan op groen. Dat is fijn om te lezen. Maar toch nog enkele vragen, zeker opmerkingen. Op pagina 17 staat burgerparticipatie, burgerinitiatieven. Ik lees hier dat hier in het nieuwe communicatiebeleid specifiek op is ingezoomd. Maar hoe wordt gemonitord dat dit ook goed wordt uitgevoerd? Ik had dit weekend nog weer een voorbeeld dat iemand die wil participeren 2 keer mailt met de gemeente. Netjes een reply mail krijgt dat hij binnen 5 dagen werkdagen reactie krijgt. Maar echter die reactie blijft uit. Dus is het beleid klaar, maar hoe gaat het met de uitvoering? Pagina 18, afronding bestemmingsplanprocedure, uitbreiding bedrijventerrein fabriek. Kan de wethouder aangeven wat de voortgang is op dit moment? Pagina 19, voorkomen en terugdringen van voortijdig schooluitval. Ik lees hier een achterstand in de organisatie van voorlichting. Ik weet niet wat de inhoud is van deze voorlichting, maar wil graag even van de gelegenheid gebruik maken om te vragen wat de gemeente doet aan voorlichting in zaken drugsgebruik. Dit is steeds meer aan de orde van de dag. Ik hoor steeds vaker dat dit ook speelt bij jeugd die naar het vervolgonderwijs gaat. Graag zouden wij zien dat de jeugd hierover in een vroeg stadium over wordt geïnformeerd.
Misschien kan dit worden meegenomen. Dan nog een vraag over pagina 35. Financiële ondersteuning voor wat betreft de instandhouding van monumenten. Was rood in de vorige rapportage, is nu oranje. Kan de wethouder uitleggen wat hier aan de hand is? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Ik ga snel de vragen langs. Het wordt al laat. Het gaat onder andere over de detailhandelsstructuurvisie. Een mooi Scrabble-woord. Ik lees eerst de scenariokeuze voor het centrumvisie Dallas afwachten. Dan een uitgangspuntennotitie in de raad. En dan een nieuwe detailhandelsstructuurvisie, die dan verder wordt uitgewerkt, et cetera. Mijn vraag is, gaan we dat op die manier halen voor de zomer van 2017? En juni zit qua agenda volgens mij al vol. Dan, als we kijken naar de indicatoren van de werkgelegenheid, dan valt mij het volgende op. De werkgelegenheid stijgt met 475 personen. Dat lijkt me prima. En het aantal werkzoekenden stijgt met 98 tot juni jongstleden. Dat vind ik jammer. Maar als ik dat bij elkaar optel, dan hebben we dus 575 mensen erbij in 6 tot 9 maanden van 2016. En die zouden moeten kunnen werken. Dus 575 extra potentiële werkenden. Mijn vraag is, sluit dat aan bij de bevolkingscijfers? Het lijkt me nogal veel namelijk. Dan de resultaten van de uitvoering participatiewet vallen me tegen. Stand is 8 per september ten opzichte van 20 begroot in 2016. Hoe vergelijkt dat met andere gemeenten? Wat zijn de prognoses en moeten we eventueel minder conventionele instrumenten inzetten? Het laatste punt. Volgens de overzichten wordt ongeveer 65.000 euro geïnvesteerd in een nieuw salarissysteem. En het kan zijn dat ik me vergis, maar ik dacht eerder dat salarisadministratie als het ware was uitbesteed, respectievelijk in een gemeenschappelijke regeling viel met andere gemeenten. Kunt u zeggen hoe dat zit? Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Een paar korte vragen. Om te beginnen een compliment. De rapportage ziet er echt goed uit, goed leesbaar, toegankelijk, prima. En dan toch vraag ik even weer naar de bekende weg, maar ik aarzel geen moment, meneer Van Leeuwen, om die vraag toch te stellen. Klopt het dat we op een overschot aan steven en dat we dat weer flink aan het opbouwen zijn? U had de vraag kunnen verwachten, ik stel hem. Dat is één. Ja, dan staat hier de IBOR-pagina, ik zal even kijken of ik dat snel kan zien, ja, pagina 14. Die staat beide keren op rood. Daar wordt ook wel een verklaring voor gegeven. Maar ik maakte toch de opmerking bij dat dat in mijn ogen in ieder geval een ongewenste situatie is. Dan het punt van de voortijdige schoolverlaters. Het CDA zei er net ook al even iets over, de schooluitval. Daar heb ik een wat gewetensvraag bij. Gaat dat nou goed, in termen dat wij als gemeente er alles aan doen wat daar binnen onze mogelijkheden ligt. Want ik denk dat we het direct eens zijn op de vraag dat dit onwenselijk is. Maar doen we er nou als gemeente echt alles aan om dat tot het minimum terug te dringen? En dan heb ik een technisch puntje. Er staan op twee plekken, ik wil ze wel even aanreiken, staan zaken waarin, die staan op rood. Terwijl in de toelichting wordt gezegd dat het overeenkomstig de nadere afspraken is die erover gemaakt zijn. Nou, als dat zo is, als het overeenkomstig de nadere afspraak is, moet het niet meer op rood staan. Dus dat is een technisch puntje. Daar komen we nog wel even verder op. Maar het gaat om de eerste twee punten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ook namens ons dank voor de heldere en beknopte weergave van de bestuursrapportage. Steeds helder en duidelijker om te lezen. De vragen die we hadden hebben we technisch gesteld en zijn naar tevredenheid beantwoord. De vraag die bij ons eigenlijk nog leeft op dit ogenblik is van is er al inzichtelijk wat de septembercirculaire heeft opgeleverd? Of wat de gevolgen daarvan zijn voor de komende maanden? De overige vragen die we hadden zijn eigenlijk door de voorgangers al gesteld. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat de tweede bestuursrapportage hier ligt. We zitten inmiddels in een mooi ritme wat dat betreft en wat ons betreft vooral dat ook volhouden. We hebben wel een paar vragen, een viertal. Het begint met wat ons betreft met het belangrijkste punt, sociaal domein. Er staat op pagina 30 een uitleg waarbij gezegd is van dat er wel een beeld wordt geschetst, maar dat het niet verwerkt is in de cijfers. Alleen al die formulering denk je van ja, wat wordt er nou echt mee bedoeld? Maar vervolgens wordt er gezegd van dat er een nadelige ontwikkeling is van 1,5 miljoen. Een eindje verder wordt gezegd dat er een positief resultaat verwacht wordt van 1 miljoen. Als je die twee bij elkaar optelt, dan zit je op 2,5 miljoen verschil in het sociale domein. Nou zijn wij over het algemeen niet ongelukkig met efficiënte werken en overschotten. Maar de vraag die ons wel bezighoudt is van, hoe zijn we nu eigenlijk als gemeente dan bezig? Hebben we het hier te maken met een efficiëntievoordeel? Of hebben we hier te maken met het onthouden van noodzakelijke zorg? Waar zit het er nou? Of ontbreekt überhaupt de vraag aan zorg? Daar zouden we graag een nadere uitleg over willen horen. Het tweede punt betreft de passage over duurzaamheid. Eigenlijk het ontbreken daarvan. Daar wordt eigenlijk nog geen woord over gerept als het gaat over de voortgang van het traject, het definiëren of het vaststellen van een nieuwe ambitie duurzaamheid. Wat mogen we nou op welk moment daarop verwachten? We hebben inmiddels 3 sessies gehad, maar we hebben nog geen enkel A4'tje gehad waarin een terugkoppeling inhoudelijk is weergegeven van hoe die ambitie er nou straks uitziet. En we beginnen ons wat zorgen te maken over de voortgang op dat traject. Het derde punt betreft de mantelzorgers. Het lijkt alsof het inzicht in de mantelzorgers, wie dat zijn, aan het teruglopen is. Want we kennen er inmiddels maar 355. En voorheen kenden we er al eens een keer 800, maar het loopt gewoon gestaag terug. Terwijl de ambitie was van dat we steeds meer zicht zouden krijgen. Hoe zit het nu werkelijk in elkaar? En ik weet dat er gesproken is over van ja, volgend jaar krijgen we een nieuwe aanpak. Maar het kan toch niet zo zijn dat we in één keer de helft van de mantelzorgers in één keer niet meer kennen. Wat is hier nou gaande? Of die cijfers kloppen niet, of er is iets anders. En een vierde, dat is misschien een wat technische vraag, maar ik stel hem toch maar even. Netvang, dat is de verwerker van alle plastic en blikken en alles wat daar mee samenhangt. Kan er ook een indicatie worden gegeven over de mate van hergebruik? Er zijn namelijk ook wel signalen dat uiteindelijk de verwerking wat tegenvalt en dat het dan toch weer vernietigd wordt. Maar welk deel van wat wij nu als gemeente aanleveren, van die grote hoeveelheden plastic en blik en alles wat je nog meer in die oranje ton mag stoppen, wordt nu echt hergebruikt? Ik kan me voorstellen dat die niet vanavond wordt beantwoord, maar we zouden hem wel graag beantwoord willen zien. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Verder geen vragen. Dan geef ik het woord. Ik heb net gezegd, verantwoordelijk wethouder, de heer Verleeuwen. Aan u het woord. Ja, gelukkig zijn de meeste vragen voor de collega's, voorzitter. maar wat betreft de heer Rooijakkers, de cijfers die hij noemt, moet me niet kwalijk nemen, heb ik niet in mijn hoofd. Ik wil vragen aan de afdeling of ze daar schriftelijk op terug willen komen. U vraagt zich af of we bij de participatie minder conventionele middelen in moeten zetten. Ik heb vandaag het definitieve versie gezien van de toegezegde plan voor reïntegratie. En dat komt, zoals beloofd, in de raad ter bespreking. En daar ziet u dat we wat minder conventionele middelen gaan inzetten. Overigens is het misschien goed om te melden, ik weet dat er op dit moment, dat weet ik dan uit mijn hoofd, 79 mensen in een traject zitten die begeleid zijn. Maar we waren iets optimistischer over het kunnen plaatsen van mensen dan we nu hebben kunnen realiseren. Maar ik ben er positief over.
PvdA, klopt het dat we op een overschot aankoersen? Ja, gelukkig wel. Hoe groot dat gaat worden, kan ik u op dit moment nog niet zeggen. Is de septembercirculaire al inzichtelijk? Die wordt morgen in het college vastgesteld en die komt donderdag. Komt die met de begroting naar u toe? En hij pakt voor Dalfsen er positief uit. Sociaal domein, een beeld geschetst, maar geen cijfers verwerkt. Dat klopt. De nadelige aanpassing van de 1,5 miljoen, dat is de korting die van Rijkswegen wordt opgelegd op het sociale domein. Daarnaast blijkt dat ook op dit moment we op een fors overschot weer aankoersen. En of er wel voldoende zorg wordt geleverd, dat laat ik graag even aan de verantwoordelijk wethouder. Duurzaamheid is ook voor iemand anders mantelzorgers en netvang weet ik ook te weinig van, voorzitter. Voorzitter, mag ik nog even een aanvullende vraag stellen? Op de cijfers van het sociaal domein. Misschien kan de wethouder aangeven van wat nu concreet ten opzichte van wat oorspronkelijk geschat is, het verwachte voordeel is. Er staat 1,5 miljoen over 2 jaren, 2016-2017, maar de verdeling is niet weergegeven voor over die 2 jaren. En er staat alsnog een overschot van 1 miljoen. Dus ergens tussen de 1 en 2,5 miljoen houden we blijkbaar dit jaar over. Is dat een terechte constatering? Nou, 2,5 is wel erg ruim, want die 1,5 gaat inderdaad over 2 jaren. Dus als u dat globaal even in tweeën knipt, voor het gemak, dat is niet helemaal correct, dan is het rekensommetje verder eenvoudig te maken, ja. 1,7 miljoen. Ja, dat is niet de feitelijke. Nee, maar orde grootte. Orde grootte. Hm. Dank u wel, even voor dit intermezzo over het antwoord van de wethouder en wie van de twee wethouders, meneer Agricola, over de vragen die richting zijn domein zijn gesteld. Ja. De tijghandelstructuursvisie. Nou, u hebt gelezen van in het stuk van wanneer u dat tegemoet kunt zien. Nou, die planning die staat nog steeds overeind. IBOR, daar hebt u groot gelijk aan, meneer Wildvang. Dat is, daar zijn wij, het is ongewenst dat het zo lang duurde. U bent op de hoogte gesteld dat begin volgend jaar, wij spreken dat we daar hier bij u aan de raad komen. Maar ik kan u wel zeggen, het is niet een makkelijk gebeuren om dat allemaal in elkaar te passen. Dus we hadden graag hier bij u willen zijn, maar nogmaals, we zijn er druk mee in de gang. En als we hier bij u komen, dan willen we hier ook met een gedegen stuk hier komen. Maar de uitleg staat ook met name hier in de stukken. Duurzaamheid. Dat heeft te maken met dit jaar. De ambitie. Er is momenteel al een afspraak gemaakt met, ik geloof met de agendacommissie, wanneer dat dit jaar besproken gaat worden. Dus wat dat betreft, de zaken van de 3 bijeenkomsten zijn gebundeld. Daar komt een voorstel richting u als raad naartoe. En ik meen te herinneren dat het in november zal zijn, maar de Griffie kent de exacte datum. Dan netvang, het kunststof. Ik kan u zeggen dat alle kunststof wat ingezameld wordt, wordt verwerkt tot nieuw granulaat met uitzondering van de petschaaltjes. En de petschaaltjes, dat is een groot probleem. Die zijn allemaal wel uitgehaald, maar die liggen allemaal nog te wachten op herverwerking. Maar het heeft te maken met de verschillende soorten plastics en de verschillende soorten materialen die op die petschaaltjes zijn. We hebben er vorige week nog uitgebreid over gesproken met de heren van het afvalfonds. Want wij zijn van mening, als je als verpakkingsindustrie een product op de markt brengt, dan moet het ook recyclebaar zijn. Nou, het schijnt wel te recyclen zijn, maar het schijnt momenteel geen markt te zijn. Dus een partij die het wil verwerken tot iets. Maar wij zitten daar met name als VNG daar bovenop. Maar nog kort gezegd, dit is het probleem. De rest kan gewoon verwerkt worden tot nieuw granulaat en opnieuw gebruikt worden. Dan bij spreken had mevrouw Ramerman een vraag over de monumenten. En zou u die nog even willen herhalen?
Dat wil ik zeker. De financiële ondersteuning wat betreft de instandhouding van monumenten was rood en die is nu oranje. En de vraag is van wat is hier aan de hand dat het nog steeds niet groen is? Komen we schriftelijk op terug. Oké. Okay. Dat waren uw antwoorden, meneer Griekela. Dat waren mijn antwoorden. Er zijn volgens mij in ieder geval nog één vraag overgebleven voor u beide wethouders. Ik weet niet exact wie hem bestemmingsplanprocedure fabriek. Vraag van mevrouw Rameman. Dat zal ik dan doen, voorzitter. Dat loopt. Daar zijn we mee over in gesprek met de provincie, want daar zitten een aantal haken en ogen aan. Maar het is wel een lopende zaak. Dank u wel. Meneer Van Martels, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin met het beantwoorden van de vraag van mevrouw Rameman. Die hoort alarmerende berichten over drugsgebruik. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd waar u die dan hoort. Maar het feit is wel dat wij wel degelijk ook een campagne hebben georganiseerd afgelopen zomer als het gaat over middelengebruik. En dat was in juni. Toen hebben we ouders uitgenodigd. Die campagne was gericht op de ouders. Uitermate succesvolle avond. Heeft ook een vervolg gekregen. Er wordt nog steeds vervolgbijeenkomsten georganiseerd tussen het jongerenwerk en de ouders. Daarnaast wordt er regelmatig voorlichting gegeven op Agnietencollege. Op de basisscholen doen we dat niet standaard, omdat het is gebleken uit het verleden dat het niet effectief gebleken is nog op die leeftijd. En ik wil vooral benadrukken dat jongerenwerk een uitermate belangrijke rol vervult als het gaat om voorlichting geven aan specifieke groepen en dat die daar eigenlijk continu mee bezig zijn. Mag ik hierop reageren, voorzitter? Akkoord. Mijn vraag zit met name bij de lagere scholen. Want ik hoor nu berichten dat jeugd van de lagere school naar Raalte of naar Ommen naar school gaat en daar ermee in aanraking komt. En dan eigenlijk daar te weinig informatie over heeft gehad. Dus mijn vraag is dan, zou het ook bij de lagere scholen onder de aandacht gebracht kunnen worden? Dus groep 8 met name. Meneer Van Martels? Daar kan ik niet direct volmondig ja op zeggen. Het lijkt me verstandig, maar ik heb ook inderdaad al eerder in het stadium te horen gekregen dat het niet altijd in goede aarde valt bij de basisscholen zelf. Omdat die zeggen van, nou, dat is misschien nog iets te vroeg. Misschien zou het op het middelbare school direct in de eerste aanvang dan ook voorlichting gegeven kunnen worden. Maar het is wel iets om nog eens een keer navraag te doen. Zeker als u signalen ontvangt. En ik wil ook wel even met jongerenwerk wat dat betreft daar contact over opnemen. Dat is geen probleem. Maar als die signalen zo heftig worden, ja, dan is het natuurlijk altijd goed om misschien een extra aandacht aan te besteden. Dus dat valt te overwegen. Meneer Wildvank die vroeg over het voortijdig school verlaten. Gaat het nu goed en halen we alles uit de kast om te voorkomen dat ook de laatste leerling, zeg maar, dat we voorkomen dat die voortijdig school verlaat. Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat we hele overtuigende cijfers kunnen presenteren. A, de regio Zwolle doet het uitermate goed als het gaat om de landelijke lijst. Derde plaats zelfs. En Dalfsen zit daar nog ook nog eens onder. Dus de cijfers zijn overtuigend. En de signalen die ik krijg, die zijn ook dat we een goed sluitend systeem hebben. Neemt niet weg dat in de regio steeds wordt gepoogd om het nog beter te organiseren. En of dat zich gaat vertalen in nog betere cijfers, dat moet dan uiteraard nog blijken. De ChristenUnie had een vraag over de zorg. Onthouden van ontbrekende zorg, daar was u eventueel beducht voor of beducht over. Nou, daar is geen sprake van. Misschien doelt u dan op het feit dat er eventueel wachtlijsten zouden kunnen ontstaan binnen de jeugdzorg. Daar hoor je ook in de landen allerlei alarmerende verhalen over. Maar het is niet zo dat wij zeggen in de regio IJsland het budget is op en daarmee sluiten we alle, zorgen we ervoor dat de wachtlijsten alleen maar groter worden. Integendeel, gaan we met zorgaanbieders om de tafel zitten en proberen we in ieder geval in samenspraak te komen tot passende oplossingen. En soms moet daar zelfs budget bij en dat is hier afgelopen jaar gebeurd en vorig jaar ook. Dus afgelopen jaar en dit jaar ook. Dus dat wil zeggen dat we er alles aan doen
om te voorkomen dat A, de benodigde zorg niet wordt geleverd. Maar we zetten wel druk op de financiële resultaten. We willen ook zorgen dat we niet te ver uit de pas lopen als het gaat over de budgetten die we hebben. En dat is, u kunt in ieder geval horen dat vanuit de jeugdzorg dat we niet binnen het budget zijn gebleven. Participatiewet hebben ook een overschrijding. Eigenlijk komt het overschot waar we nu over praten, wat net ook door mijn collega werd benadrukt, allemaal voort uit de WMO. Daar hadden we ook een uitermate ruim budget. En daar blijven we ook ruim nog binnen, vandaar die overschrijding. Maar het is niet zo dat we de zorg niet leveren die nodig is. Integendeel, volgens mij hebben we een heel sociaal aanpak hier in Dalfsen. En daar proberen we alles aan te doen om dus die zorg te leveren die ook noodzakelijk is. En als het gaat over de mantelzorgers, u zegt we krijgen steeds minder mantelzorgers in beeld. Nou, dat is een beetje een vertekend beeld gelukkig, want waar u op doelt was natuurlijk ook het mantelzorgcompliment, wat voorheen altijd uitging vanuit de sociale verzekeringsbank. Toen hadden we ruim 600 mantelzorgers in beeld. Dit jaar was het noodzakelijk dat mensen zichzelf moesten aanmelden voor het mantelzorgcompliment. Dat aantal van ruim 300 heeft zich dit jaar in Dalfsen aangemeld. Maar dat wil niet zeggen dat we niet een groot aantal mantelzorgers in beeld hebben. Want de steunpunten in de verschillende kernen, die weten wel degelijk waar de mantelzorgers zitten. We hebben zelfs de definitie van mantelzorgers nog eens hier veranderd. Het is makkelijker om je nu zelf als mantelzorger aan te melden, omdat je eerder binnen die typering valt. Dus, en als je dan kijkt, wat willen we in 2020 hebben bereikt, dan willen we 800 mantelzorgers in ieder geval goed kennen. Maar feit blijft nou eenmaal dat ook niet alle mantelzorgers als zodanig willen worden getypeerd. Dus dat hoeft ook niet, maar we willen wel zeker meer mantelzorgers in beeld hebben. En ik zie wat dat betreft nog geen situatie waarvan we kunnen zeggen dat het nu achteruit gaat of zo. Integendeel, straks krijgen we de mantelzorgcoach. De vacature die komt volgende week in de krant en die gaat 1 januari aan de slag. En daar heb ik hoge verwachtingen van. Tot zover, voorzitter. Volgens mij is er nog één vraag die open blijft staan van meneer Rooijakkers, de werkgelegenheid. Volgens mij is die toegezegd dat we die schriftelijk krijgen. Nee, er staat nog een vraag over van die 65.000 euro voor investeren in een nieuw salarissysteem. Voorzitter, dat is mijn portefeuille. Akkoord, meneer Noten. Er stonden twee vragen open die volgens mij aan mij betrekking hadden. Een van mevrouw Rauwman en een van de heer Rooijakkers. Meneer Rooijakkers, wij doen nog steeds onze eigen salarisadministratie. En dit systeem moet absoluut vernieuwd worden. We zijn ook erg goedkoop in het doen van onze salarisadministratie, maar nog goedkoper dan dit kan het niet worden. Mochten we naar een shared service toe gaan, dan is op dit systeem noodzakelijk. Dus het is zowel nodig om stand-alone door te gaan als om aan te sluiten bij shared service. Dus dat betreft de salarisadministratie, nogmaals, we doen hem dus zelf. We doen overigens bijna alles zelf, voor wat betreft de bedrijfsvoeringsprocessen. En dan het onderwerp participatie, mevrouw Hameman, u noemde dat zo. Twee opmerkingen erover. Ten eerste, u verwijst naar het feit dat er niet gereageerd is op een mail die door iemand gestuurd is. Ik ben bang dat dat nog steeds af en toe gebeurt. Onderaan de mail staat op dit moment, dat is een initiatief van de ambtelijke organisatie zelf overigens, dat binnen 5 dagen gereageerd wordt. Ja, ik zal de ambtelijke organisatie nog eens een keer op wijzen dat ze, als ze zelf zoiets onder een mail zetten, ja, dan moeten ze het ook doen. En anders moeten ze het er niet onder zetten. Het is een hele strakke norm die ze hanteren, inhoudelijk binnen 5 dagen reageren. Maar ja, als je hem communiceert moet je hem houden, denk ik. Dus ik ben op dat punt met u eens. Ik zal de directeur er nog een keer op aanspreken. Voor wat betreft het onderwerp burgerparticipatie zie ik toch iets breder. Daar zitten we in een ontwikkeltraject. Dat weet u, daar praten we ook samen met de agendacommissie en met het presidium over hoe we dat het beste vorm kunnen geven. Dat is enigszins op de lange baan geschoven, maar ook omdat het wel een verschrikkelijk ingewikkeld traject is. Het is niet zo dat alleen maar het college of alleen maar de raad burgerparticipatie vorm moet geven. Dat is iets wat we in gezamenlijkheid moeten doen. Want als we burgerparticipatie vormgeven, moet dat niet ten koste gaan van de positie van de raad en vice versa. Dus daarover zijn we in gesprek. En ik denk wel dat we daar gewoon nog de tijd voor nodig hebben om dat met elkaar te ontwikkelen. Voorzitter. Dank u wel, college, voor de beantwoording van de vragen. Kijk even de raad of de commissie rond. Ik zie geen lampjes branden. Dan gaan we over naar het opinierende gedeelte. En wie kan ik, de heer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter.
Als gemeentebelangen willen we graag nog aandacht vragen voor de kosten en de mogelijke afwijkingen binnen het sociale domein. Dat vragen wij net ook gesteld door de heer Nijkamp. De genoemde verschillen zorgen bij ons ook voor zorg en we willen hier toch ook even weer gebruik maken om daar expliciet aandacht voor te vragen. We begrijpen ook dat het op dit ogenblik nog lastig is om daar grip op te krijgen. Maar we willen toch vragen om hier bijvoorbeeld in de regio meer grip op te krijgen, zodat het beter begroot kan worden richting de toekomst. Delfsen ligt goed op koers. College en ambtenaren werken volgens begroting. Investeringen worden grotendeels gedaan. Kosten blijven binnen de gemaakte afspraken. Werkwijze met betrekking tot het presenteren ervaren we als positief. En we willen graag hebben dat de werkwijze met de bestuursrapportage zoals die nu is, wordt gecontinueerd. En als tip willen we nog meegeven om vervolgacties iets meer smart te beschrijven. Met duidelijke datum voor wanneer iets gerealiseerd is. Soms wordt er geschreven in 2017. Dat is heel ruim. Namens de fractie van gemeentebelangen, dank voor deze heldere rapportage. Wij zijn er content mee. Dank u wel, heer Schuurman. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons ligt het tweede bestuursrapportage. Het betreft een goed leesbare rapportage, welke snel beeld geeft over de stand van zaken op dit moment. De achterstanden die er zijn, zijn in voortgang. Zijn goed toegelicht. Buiten datgene wat we benoemd hebben, geen schokkende zaken. En wij kunnen dan zo ook akkoord gaan met de voorstellen, zoals genoemd in het raadvoorstel. Wel wil ik graag gebruik maken van de toezegging van de heer Van Mattels om navraag te doen bij de scholen. Want ik weet zeker dat één school sowieso behoefte heeft. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. In ieder geval ook hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen. Een paar punten zijn wel wat zorgen weggenomen. Tegelijkertijd wel de vinger aan de pols, zeker als het gaat over het sociaal domein. Omdat het ook naar buiten toe toch een wat vreemd beeld kan oproepen. Dat mensen toch soms ervaren dat er redelijk strak wordt geopereerd en vervolgens blijkt dat we gewoon 1,7 miljoen overhouden. Nou, de uitleg is gegeven. Wij gaan ervan uit dat de wethouder daar ook woord houdt als het gaat over van de zorg die nodig is, die wordt echt verleend. Wij denken ook dat gebeurt, maar toch in totaliteit geeft het soms net een wat lastig beeld. Ten aanzien van de mantelzorgers in beeld, we zijn gewoon echt gehalveerd qua kennis wat dat betreft. En dan heeft de nieuwe coördinator mantelzorg wel een enorme uitdaging om dat allemaal weer recht te trekken. We zijn ook echt benieuwd of de doelstelling 2020 daarin realistisch blijkt. Want dan moet je toch wel de komende paar jaar behoorlijke slagen maken. Verder, als je naar het totale beeld kijkt van de tweede bestuursrapportage, is Dalfsen typisch een plattelandsgemeente. En dat blijkt ook wel uit deze rapportage. Vooral groen en af en toe wat rode vlekken, maar daar kunnen we mee leven en die zijn ook verklaard. Qua exploitatie lijkt alles behoorlijk op orde. Dat is goed. Tegelijkertijd nog een paar opmerkingen. Energiekosten gemeentehuis, positief. Daar zie je ook positieve ontwikkeling vanuit duurzaamheidsoptiek. De schoonmaakkosten daarentegen, die reizen de pan uit op de een of andere manier. Daar is blijkbaar al een keer een verklaring voor gegeven, maar blijft wat vreemd overkomen. Veiligheidsregio IJsseland, positieve ontwikkeling en financiële effecten. Die zijn expliciet vermeld. Daar zijn we ook blij mee. En we hopen ook dat de inhoudelijke ontwikkeling daar ook gelijke tred mee houdt. Namelijk dat die ook positief is. Huisvesting, vergunninghouders, dat vraagt nog een aanzienlijke inhaalslag. Als je dit ook zo op basis van de oranje score ziet. Dan is het toch nog wel een attentiepunt, denken we, ten aanzien van de meting van de CO2-uitstoot. Dat gaat blijkbaar nu in de toekomst volgens een Dalfser methodiek. Wij zouden pleiten voor een wat meer marktstandaard. Maar misschien dat daar nog eens over nagedacht kan worden, ook in het kader van toekomstig voorstel rondom duurzaamheid. Laatste punt wat we willen opmerken gaat over de investeringen. Die zijn nog steeds, als je 8 maanden van de 12 doorlopen hebt, blijven die ver achter. Bepaalde onderdelen zitten er nog niet eens op 25%. Op de een of andere manier moeten we toch wat beter beeld krijgen, denk ik, met elkaar van wanneer investeringen nou vallen. Want elke begroting zien we opnieuw weer het investeringsplaatje. In de praktijk blijkt gewoon dat we er altijd weer 2-3 jaar over doen. Dus op de een of andere manier is dat hele ritme nog niet helemaal goed doordacht, lijkt het. Maar misschien is dat een keer iets voor de werkgroep planning en controle.
Bottom line, wat ons betreft, akkoord ook met deze bestuurlijke rapportage. Met dank daarvoor. We zien dat met vertrouwen tegemoet de komende 4 maanden. Althans, de resterende nog 3 in de praktijk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Wilsvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ik zal het heel kort houden. Ik heb net in het begin al gezegd dat wij erg tevreden zijn over de rapportage zelf. Het ziet er goed uit, goed toegankelijk. Dus ik ga er verder ook geen andere woorden meer aan vuil maken. We stemmen graag in, of we zijn erg blij met het voorstel. We stemmen er graag mee in. Dank u wel, meneer Rooijakkers, D66. Wij zijn ook heel blij, voorzitter. Dank u wel. En kunt u het nog kort, meneer Schuring? Ja. Oké. Dan hebben we dit afgerond. De commissieleden van deze hele groene plattelandsgemeente die kunnen instemmen met de tweede bestuursrapportage. We feliciteren het college daarmee. En daarmee hebben we ook, er zijn wel wat toezeggingen gedaan, maar dat is de vorige vergadering ook al gebeurd door de wethouder van Leeuwen, de plan integratie sociaal domein. Duurzaamheid, problematiek, het ligt voor in de agendacommissie van november of in november in de raad te komen. En mevrouw Rauwman heeft richting de wethouder nog even aangedrongen op het drugsbeleid richting de lagere scholen. En daarmee sluit ik dit agendapunt en komen we. Ja, we gingen heel vervaren van start met 4 punten binnen 2 minuten, maar het ging allemaal wat langer duren. Maar om 10:15 sluit ik hierbij de vergadering.